Ja, goedenavond. Zo, we gaan nog een keer. Goedenavond, dames en heren. Nou ja, u had bijna de tune twee keer gehoord. Goedenavond, het is de derde maandag van de maand. En dat betekent dat het tijd is voor weer een kenniscafé. Ons Volkskrant Kenniscafé. Dat we overigens doen niet alleen, maar samen met Nemo Kennislink. Wil? Gelijk over het tafeltje vallen. Met de KNW en met het centrum waar we hier te gast zijn. Debatcentrum De Bali. De 112e editie is het vandaag. En ja, het Kenniscafé is een café waarin we altijd een bepaald thema pikken. En dat van alle kanten gaan bekijken, omdraaien, ondersteboven, in stukjes snijden en kijken wat we van de afzonderlijke stukjes kunnen maken. Dat doen we altijd samen met een panel van wetenschappers, ter zake deskundige mensen die hun licht daarover laten schijnen. En ja, het is een beetje gek. Het is een iets wat vreemde avond. Je bent misschien gewend dat we hier beginnen met een openingsfilmpje. Dat openingsfilmpje hebben we geschrapt, omdat ons thema van vanavond is polarisatie. We gaan eens gezellig praten over polariseren kun je leren. Nou, en toen maakten we allemaal dingen mee, zoals de vreselijke aanslag in Christchurch van afgelopen vrijdag. Dus afgelopen weekend was dat natuurlijk het nieuws. En vandaag natuurlijk de ontwikkelingen in Utrecht. Hoewel het er steeds meer op lijkt dat het geen terroristische aanslag is, is het natuurlijk toch iets wat ons de hele dag heeft beziggehouden. Heel vreemd om dan hier een gezellige avond over polarisatie te gaan houden. We gaan het toch doen en we hebben met elkaar afgesproken en dat gaan we ook met elkaar hier afspreken. Het zal heus wel een keertje ter sprake komen, Christchurch, maar we gaan het er niet expliciet over hebben. Het moet vooral gaan over wetenschap hier in het café. En wij willen gewoon eens gaan proberen te begrijpen, polarisatie. Is het zo dat we steeds meer tegenover elkaar staan? Is het zo dat er een nieuw soort verzuiling aan het ontstaan is? Waarom doet iedereen zo lelijk tegen elkaar? Wat gebeurt er toch altijd op die praatgroepen en die reactievelden van Facebook en op social media? Wat staat dat ergens voor? Betekent dat iets? En dat eigenlijk, omdat we over overmorgen, hebben wij de verkiezingen in Nederland. Natuurlijk ook een gelegenheid waarbij je merkt dat mensen behoorlijk tegenover elkaar kunnen staan. We gaan het daar allemaal over hebben. Voordat we dat doen, een paar zakelijke mededelingen. Ten eerste, het is een kenniscafé. En dat laatste woord café, dat says it all, want daar staan de drankjes. Bij een café horen natuurlijk ook drankjes. U kunt te alle tijden opstaan en eventjes naar dat hoekje lopen en daar wat te drinken gaan halen. Nou ja, u moet er wel voor betalen, moet ik erbij zeggen. En er staat daar een prijslijst naast. Wij verwachten dat u dat helemaal eerlijk doet, maar ja, dat kan eigenlijk niet missen. Voorts. Het café houdt nog iets in, namelijk dat wij u van harte uitnodigen om ook een beetje mee te doen aan het debat. Om mee te praten en mee te discussiëren als dat aan de orde is. Door het opsteken van een poot en dan even wachten tot er iemand met een microfoon naar u toe komt. Want het geval wil namelijk dat wij zenden uit op Facebook. Live wordt dit gestreamd en toch aardig door wat mensen bekeken. Hallo mensen. En die mensen die kunnen u gewoon niet verstaan als u geen microfoon onder uw snuffert heeft voordat u uw vraag stelt. Dus dat is eventjes een puntje van orde. Ja, wie bent u eigenlijk? Dat is ook altijd wel iets om waar ik benieuwd naar ben. Mag ik gewoon eens eventjes vingers zien? Wie zit hier op Twitter? Aardig wat. Wie zit hier op Facebook? Ook nog meer eigenlijk. Facebook is hartstikke uit, hè? Mensen, dat weten we toch wel. Wie raakt hier wel eens verzeild in van die online discussies? Wel eens, niet eens, dit, dat, zus, zo. Dat zijn er een stuk minder. Zijn er hier eigenlijk, laat ik het gewoon maar eens vragen, zijn er hier ook trollen in de zaal toevallig? Laat ik hem iets vriendelijker vragen. Zijn er hier mensen die wel eens iets hebben gepost op social media en dat je achteraf zegt van, nou, misschien had ik dat toch wat handiger kunnen doen. Ik zal de eerste zijn om dat toe te geven. Jij ook? Onze eigen Mart van Kenniscentrum Nemo. Dus, zijn hier mensen die zich wel eens geïntimideerd voelen of wel eens een vervelende reactie hebben gehad van dat je denkt van, ja, waar komt dat nou vandaan? Helemaal niemand. Ja. Zou ik misschien zijn microfoon even bij die meneer? Mag ik het vragen aan u wat dat voor reactie was? Ja, dat mag u
Zeker. 2 jaar geleden was ik kandidaat voor de Tweede Kamer. En toen heb ik actief campagne gevoerd. En dan komt er het nodig op je af als je af en toe een politiek statement plaatst op Twitter of Facebook. Ja. En dat komt er dan wel op je af. Noem eens een voorbeeldje. Ik deelde iets over wat in dit geval het CDA van de klimaatdiscussie vond 2 jaar geleden. Oh, ja. Was zelfs toen af en toe al een onderwerp van debat in de campagne. En daar kwam een partij diarree zeg maar overheen op Twitter. Dat toch iets is waar zo'n partij helemaal geen verstand van heeft en waar we niet over moeten beginnen en dat soort dingen. Ja. En af en toe wel echt op het botten af en met scheldwoorden. En dat is toch niet waar je op zit te wachten, terwijl je toch weet dat het kan gebeuren als politiek kandidaat. Ja. Ja. Wat doe je dan eigenlijk? Uitzetten of ga je erop in? Of wat doe je op zo'n moment? Nou, soms ga je de discussie wel aan. Ik heb op Facebook zelfs wel eens een reactie verwijderd dat ik dacht van ik heb helemaal geen zin in dat dit op mijn profiel komt te staan, zeg maar, als kandidaat. Of dat nou werkt, weet ik niet. Maar het is wel zeker een goede vraag, hoe ga je daar nou eigenlijk mee om? Ja. Was er daar nog iemand die ook wel eens zo'n... Ja, die meneer... Die mevrouw naast u, die moet om lachen, dus dat zal wel... die meneer, kan ik het eventjes vragen? Wat heeft u meegemaakt? Heel onbeleefd gewoon voor. Ik heb mij ooit actief gemengd in de discussie over de toetreding... of het verdrag wat de Europese Unie met Oekraïne zou sluiten. Ja. En dat ging van doodse bedreigingen tot alles wat je maar kunt indenken. Doodse bedreiging was het minst erge, zegt u eigenlijk. Nee, dat was wel het ergste. Ja. Goed, het is zelfs in deze zaal maken we dit allemaal mee op zo'n dag. We gaan dus beginnen met het programma. En gewoonlijk beginnen we altijd met een aftrapkolom, een klaroenstoot aan het begin. Normaal is Maarten Keulemans degene die column uitspreekt, maar dat ben ik en ik ben iets anders aan het doen. Ik kon niet vanavond. Dus we hebben mijn collega Tony Mudde bereid gevonden om een column uit te spreken. Ik geef het woord aan Tony Mudde. Dank u wel. We worden steeds onaardiger voor elkaar, lees ik in de krant. Gevolgd door het advies, doe eens lief. Voor wie het gemist heeft, Sieren begon onlangs met een nieuwe bewustwordingscampagne. Wij Nederlanders kampen met een groot probleem, aldus de Stichting Ideële Reclame. We zijn een stelletje onbeleefde vlerken, die social media vol schelden, die cashières negeren, die het volume van de stereo nog wat verder opendraaien, puur om de buren te sarren. Let u nog even op die kop in het Algemeen Dagblad. We worden steeds onaardiger tegen elkaar. Nou krijg ik bij het woord steeds altijd een beetje argwaan als een journalist dat woord gebruikt. Steeds is namelijk een woord waar journalisten gek op zijn. Het woord straalt urgentie uit. Attentie, attentie. Er is iets aan de hand en het wordt steeds erger. We rijden met z'n allen naar de afgrond en we komen steeds dichterbij. Snel ingrijpen is geboden, want het probleem wordt steeds groter. De situatie steeds nijperder. Onze overlevingskansen steeds kleiner. Nou bestaat Sieren al meer dan 50 jaar. Dus toen ben ik toch eens even gaan kijken waar nou de eerste campagne van Sieren in het jaar 1967 over ging. Meer medemenselijkheid tonen. Oftewel, doe eens wat aardiger voor elkaar. Dat klinkt bekend. Nog even wat verder in dat archief graven. Doe eens lief blijkt in allerlei varianten het meest gebruikte thema van Sieren. 20 keer gebruikt inmiddels al. Hier wat voorbeeldjes. Zo hadden we al, doe eens wat aardiger tegen elkaar in het verkeer. Komt-ie, de maatschappij, dat ben jij. Over verharding van de maatschappij, vervaging van normen en waarden. En deze was ook een hele bekende. We hebben soms een iets te kort lontje in ons landje. Zo nieuw is het probleem van onaardig zijn dus niet. Blijkbaar gingen onze ouders en onze opa's en oma's ook al vloekend en tierend over straat, rood aangelopen met de middelvingers hoog in de lucht. Het was dus al erg en dan wordt het volgens het Algemeen Dagblad ook nog eens steeds erger. Het is een wonder eigenlijk dat ik hier al 3 minuten sta zonder dat u me bekogeld heeft met tomaten of woedend de zaal hebt verlaten. Maar wacht eens even. Wat lees ik daar in een onderzoek van het altijd degelijke Centraal Bureau voor de Statistiek? Steeds minder mensen
ervaren respectloos gedrag. Huh? Steeds minder mensen ervaren respectloos gedrag? Krijg nou wat. Het gaat dus juist beter qua korte lontjes en douche-liefs en de maatschappij, dat ben jij. We gaan het vanavond hebben over polariseren. Oftewel het versterken van tegenstellingen tussen groepen. Maar als mensen in Nederland met meer respect met elkaar omgaan en een krant schrijft juist dat we steeds asocialer tegen elkaar doen, wie is hier dan eigenlijk aan het polariseren? Die onruststokers van de mainstream media weer. Daar zou Sirius een campagne over moeten maken. Dank jullie wel. Ik zou graag naar voren willen vragen, Harm Kaal en Rens Vliegendhart. Neem jullie plaats, Harm Kaal en Rens Vliegendhart. Harm Kaal, nou, ik begin bij Rens Vliegendhart. Rens Vliegendhart, hoogleraar media en samenleving aan de UvA. Dat is gewoon dat ze op mijn blaadje staan, ja, ik bedoel er verder niks mee. En Harm Kaal, universitair docent politieke geschiedenis aan de Radboud Universiteit. Ja, we hebben jullie gevraagd om toch eens eventjes te beginnen met het politieke debat. De staat van het politieke debat. Voordat we dat doen, Rens, toch maar eventjes. Ja, we hebben natuurlijk een hele gek weekend achter de rug met Christchurch en vandaag natuurlijk Utrecht. Wat zeg jij tegen mensen die dan zeggen, dat komt allemaal door die social media en dat polarisatie? We hebben daar natuurlijk weer voorbeelden van gezien. Heb jij daar gedachten over? Nou, het komt niet door social media, denk ik. Ik denk dat we daar ook wel heel duidelijk over kunnen zijn. Wat je wel ziet is dat er een bepaalde, dat het natuurlijk bepaalde reacties oproept. En dat het inderdaad ook een aantal mensen helpt om hun mening nog sterker naar voren te brengen. En dat je ook ziet dat er het beschuldigen heen en weer natuurlijk ook weer wel zichtbaar is. Ja. Ja, in de nazit. In de nazit, ja, duidelijk. Ja, ja. Goed, we gaan eens eventjes hebben over de politiek. De politiek nu, overmorgen, de verkiezingen. Harm, jij schrijft ik loop even om de tafel heen. Je schrijft een boek over verkiezingscampagnes in Nederland momenteel. Ik ben eigenlijk benieuwd, die verkiezingscampagne zoals die nu gaande is. Als historicus, hoe duid jij die verkiezingscampagne? Wat is het voor verkiezingscampagne? Gaat het er hard aan toe of wat vind je ervan? Nee. Nou, het is een verkiezingscampagne. Wat je de laatste campagnes heel veel ziet, is vooral in de pers heel veel gezeur over de debatten. Hè? Dat allemaal niks oplevert en dat het allemaal mooi voor is gekookt. En door de spindokters en dichtgetipperd door de politieke partijen om alle elementen van verrassing terug te dringen. Ja. Dus die debatten, dat is allemaal saai. En nou, dat is een discussie die we al veel verkiezingen hebben gehad. Wat je ziet is de afgelopen campagnes fantasieloze posters. Hè. Het viel me nu ook weer op. Hè. Kies de toekomst en nu. En de tijd is nu. En ja. Er is in ieder geval geen partij die, en dat vind ik als historicus dan wel interessant, die zegt kies het verleden. Hè. Wat je op zich als conservatieve partij zou kunnen doen. Maar dat zie je dan weer niet. Ja. Dus we zitten nu wel in een tijd van... vroeger had je hele mooie posters, hè, met metaforen. Laat ik dan wel eens aan studenten zien. Hè, van die campagneposters uit de jaren 10, 20. Dan moet je echt doorgeleerd hebben om de metaforen te snappen. En nu is het weer het andere uiterste, vind ik. Dus. Nou, geef eens een voorbeeldje. Zo'n poster uit de jaren 10. Maar waar denk je dan aan? Nou, zo'n rode reus die over het Binnenhof heen hangt om het communistische gevaar uit te drukken. Ja. De katholieken hadden een soort ridder met een schild en allerlei katholieke symbolen. De liberalen hadden een bos met zwammen die dan kleine partijen voor moesten stellen. Nou, dat is een hele beeldrijke vorm van campagne voeren. Ja. Maar dat vind ik nu een beetje tegenvallen. Ja. Het is wat saaier. Nou, we hebben nu ook de rode reus Baudet over het Binnenhof hangen, toch? Ja, zeker. Dus dat is... Of op een piano liggen. Ja. Ja. Dat is heel beeldend. Ja. Rens, is het ook jouw indruk? Saaie campagne of... Ja, of in ieder geval niet verrassend nieuw in die zin dat inderdaad, hè, die discussies over debatten, die kennen we inmiddels wel. Dat wordt ook steeds gedaan alsof dat ook weer iets nieuws is, maar dat is toch al enige tientallen jaren dat daarover gemopperd wordt. Een andere die je ook altijd hoort bij de provinciale statenverkiezingen is dat het te veel over de nationale politiek gaat. Wat natuurlijk interessant is, want je kan daarover nadenken van goh, hoe maken kiezers hun keuze? Moeten ze inderdaad puur op provinciaal niveau hun keuze maken? Of moeten ze ook laten meewegen dat er ook een Eerste Kamer indirect gekozen wordt? En van die posters, dat herken ik ook wel. Toevallig had ik het vanochtend met een collega over inderdaad de varianten op de toekomst. Als je naar de poster kijkt, maakt het niet uit of je door de kat of door de hond gebeten wordt. Want het is allemaal precies hetzelfde. Ja. Nou, dit is toch mooier inderdaad. Ja.
Ja, ik vind die uit de jaren 50 ook heel mooi. Ik heb er eentje van de anti-revolutionaire die ik altijd gebruik in mijn colleges. Waarbij je de grondwet en de Bijbel ziet. En dan gerechtigheid verhoogt een volk. Ja, dat is toch eens een ideologische boodschap. Harm, jij zegt eigenlijk dat daar golfbewegingen in zitten. Golfbewegingen tussen, zoals jij dat dan noemt in jouw onderzoek, constitutional politics en normal politics. Ja. Zo zeg ik het goed, hè? Ja. Leg eens uit, wat bedoel je daarmee? Nou, je hebt in de politiek, dat heb ik niet zelf verzonnen, hè, maar je hebt periodes waarin wat politiek is, op zichzelf wat politiek is, dat staat ter discussie. Hè. Dus waar vindt politiek plaats? Is dat het parlement of ergens anders? Wat verstaan we eigenlijk onder vertegenwoordiging? Hoe moet je je als politicus gedragen? Wat houdt politiek leiderschap in? We hebben periodes waarin de discussie vooral daarop draait gehad. En dat is bijvoorbeeld de periode rond 1900, hè, met mannen als Kuiper en Troelstra. Daar ging de discussie echt over, bijvoorbeeld in dat geval, over de vorming van maatschappelijke bewegingen die zich politiek gaan manifesteren. Daarna heb je dan een normale politieke fase. Dan heb je het verzuilde landschap. Dan is het allemaal netjes uitgekristalliseerd. En dan heeft iedereen, dan heerst er consensus over wat politiek is en waar het zich voltrekt. In de jaren 60, 70 heb je weer zo'n discussie. Hè? Het persoonlijke is politiek. Dan gaat het weer heel erg over wat politiek nou precies moet inhouden. En je zou kunnen zeggen dat we nu ook wel weer in zo'n periode zitten waar dat ter discussie staat. Toch wel, ondanks dat het zo saai is, wat je zegt. Jawel, we zitten nu denk ik wel weer na zo'n politiek van consensus in de jaren 80 en 90, politiek is besturen, zitten we nu in een periode waarin het ook heel erg gaat over, is politiek iets goeds of niet? Je hebt ook antipolitiek, je hebt populisten die gewoon het hele systeem op zichzelf ter discussie stellen. Ja. Dus dat zie ik toch ook wel weer als een soort constitutional politics vaak. Ja, ja, ja. Heeft dat een functie, dat gegist? Leidt het ergens toe? Als je naar de geschiedenis kijkt, dan leidt het zeker ergens toe. Dus het creëert een situatie waarin politici, partijen met elkaar in discussie gaan over wat willen wij dat politiek is. Ja. En dan bereiken ze toch een soort consensus over wat dat zou moeten inhouden. Dus het systeem wordt bijgesteld. Hè. We hadden de politiek van Thorbecke in de 19e eeuw. Toen kwamen die mannen als Troelstra en Kuiper. Ontstond het verzuilde landschap. Ja. En nu zou je kunnen zeggen, moeten de gevestigde partijen ook weer reageren op die uitdaging, in dit geval dan vanuit de populistische hoek. En daar zal ook weer een nieuwe vorm van politiek bedrijven uit voortvloeien. Want je hebt dat midden, door de kat gebeten worden of door de hond gebeten. Het maakt niet uit, het is allemaal heel erg hetzelfde, saai. En aan de flank heb je Baudet, Wilders natuurlijk ook nog. Aan de andere kant heb je natuurlijk Denk in opkomst. Hoe zien jullie dat? Die twee uitersten, die twee polariserende uitersten. Hoe moet ik dat begrijpen? Ja, wat je ziet is denk ik inderdaad dat soort partijen natuurlijk van de huidige politieke constellatie wel kunnen profiteren. Hè? Dat je toch een bepaalde fragmentatie van dat politieke landschap ziet. Dus dat die grote middenpartijen ook niet zo groot meer zijn. En dat ze heel erg, wat mij betreft, soms krampachtig vasthouden aan het idee dat alles werkt met coalitieakkoorden die van voor tot achter dichtgetimmerd moeten zijn. Wat betekent dat partijen ook de coalitieakkoorden gaan verdedigen alsof het hun eigen standpunten zijn. En heel erg bijdragen volgens mij aan een beeld van dat inderdaad die middenpartijen één grote grijze massa zijn. En in dat opzicht is het wel interessant wat er nu recentelijk is gebeurd. Zowel met het kinderpardon als ook met de klimaatmaatregelen. Dat je ineens ziet van er wordt iets opengebroken. Wel enorm in overleg en in een crisissfeer en dat soort zaken. Zeg maar. Maar kennelijk hebben die partijen zelf ook het gevoel, wij moeten ons toch op een bepaalde manier anders gaan profileren. En ons niet de hele tijd puur committeren of zelfs verschuilen achter dat coalitieakkoord. Ja, ja. Een interessante dynamiek. En misschien voor komt een deel dat, komt dat door die uitersten, denk je? Nou ja, in ieder geval door het ik denk deels. En ook wel door het feit dat ze natuurlijk ook zien dat ze na de verkiezingen ook binnen die Eerste Kamersteun moeten zien te verkrijgen voor hun maatregelen. En dat er voor het coalitieakkoord aan zich niet zo heel veel meerderheid bestaat binnen de Eerste Kamer. Waarschijnlijk. Jouw collega Tom van der Meer, die helaas niet erbij kon zijn vanavond, die heeft mij een keertje uitgelegd van dat je toch ook zoiets ziet van, je hebt dat midden en dat wordt dan heel erg die absorberen die uiterste. Al snel wordt Wilders gevraagd om mee te doen in kabinetsvorming. Als je dan toch op winst staat, kom maar meedoen. Gaat dat straks ook een rol spelen, denk je? Of denken jullie, moet ik eigenlijk zeggen?
Nou, de ervaringen met Wilders zijn natuurlijk heel slecht voor de VVD, vanuit VVD oogpunt en ook vanuit het CDA. Dus je ziet ook heel duidelijk dat er helemaal niet. Ik heb niet het idee dat die partijen nu naar rechts aan het kijken zijn in dat opzicht. En zich veel meer richten op in eerste instantie denk ik GroenLinks. Ja. Wat je natuurlijk wel ziet is dat vanwege het succes van figuren zoals Baudet en Wilders, dat dan nu wordt gezegd die Dijkhoff, nou dat is misschien wel de nieuwe Rutte. Hè? Want die heeft een beetje dat populistische, die kan die snaren goed raken. Nou, misschien is dat dan wel een idee. Dat zie je natuurlijk wel, dat ze een beetje een kijkje in de keuken doen op de flanken om te zien wat voor soort leiderschap gewenst is. Ja. En het midden vindt zich altijd opnieuw uit. Hè? Dat was in de jaren 60, 70 ook. Polarisatie, politiek op de flanken. En dan ga je als middenpartijen ook nadenken over hoe je kunt profileren. En in de jaren 60, 70 was dat het radicale midden. Hè? Dus we zijn midden, maar dan wel radicaal. Maar wel radicaal. Ja. Hoe zou dat schetsen? Hoe zou dat nu gaan, denk je? Nou, dan zou je nu als middenpartij jezelf ook heel nadrukkelijk kunnen positioneren als een partij die zich juist afkeert van die polarisatie. Ja. Die mensen bij elkaar wil brengen, maar dat wel vanuit bepaalde principes wil doen. Ja. Dat is hoe de CDA zich presenteerde in de jaren 70. En ik denk dat het voor middenpartijen, waar de meeste kiezers toch zitten in het midden, interessant kan zijn om zoiets naar voren te brengen. Maar ja, die middenpartijen, dat is er meer dan één. Je hebt daar het CDA zitten, je hebt VVD zitten, PvdA, die worden toch een beetje. Die moeten zich toch ook onderling profileren, zou je zeggen. Ja. Die kunnen niet allemaal gaan roepen van wij zijn het radicale midden, toch? Nee, dat kunnen ze niet doen. Nee. Dus ja, dat gaan we zien. Daar heb ik ook voor die partijen geen oplossing voor hoe ze dat zouden betalen. We gaan eens eventjes Hedwig de Mulder erbij vragen. Hedwig de Mulder, hoogleraar wetenschapscommunicatie uit Wageningen en Twente. Hedwig, de staat van het maatschappelijke debat. Je bent hoogleraar wetenschapscommunicatie in Wageningen en Twente. Als ik jouw profiel lees, dan staat daar: Hedwig de Mulder onderzoekt alledaagse interacties over wetenschap en technologie, met speciale aandacht voor de veranderende rol van experts en expertise in een vermeende post-truth society. Mondvol, dat is een mond vol, hè? Ja. Maar wat, geef eens een voorbeeld. Wat voor alledaagse interacties over wetenschap en technologie onderzoek jij eigenlijk? Nou, ik kijk bijvoorbeeld naar online debatten over vaccinatie. Online debatten over klimaat. Ook publieke debatten face-to-face. Alles bij voorkeur wat real life plaatsvindt, sorry voor de term, natuurlijke conversaties. En daar bedoel ik mee dat het niet conversaties zijn die georganiseerd zijn voor het doel van onderzoek. Dus ik kijk het liefst naar conversaties waarin mensen daadwerkelijke belangen, interesses en motieven hebben. Ja. En dan krijg je een hele andere kijk op wat er gebeurt. Ja, ja. Wat je gewoon ziet als eenvoudige burger, dan zie je, nou, klimaat, dat is een mooi voorbeeld. Je ziet Thierry Baudet in de Kamer staan, onzin te verkopen over het klimaat. Niks aan de hand, de mens heeft het niet gedaan. Hij gaat nog niet zo ver om te zeggen dat er geen klimaatverandering is. Maar in ieder geval, de rol van de mens wordt zeer betwijfeld. Wat bezielt zo'n man om dat te doen? Ja, ik weet niet of dat zo interessant is eigenlijk. Ik ben vooral geïnteresseerd, wat is het effect op ons? Wat doet hij met ons? Met anderen, met luisteraars? Zie je, ik denk overigens dat hij het punt waarop klimaatverandering of de rol van de mens daarin zeg maar ter discussie staat. Ik denk dat de meeste van ons, en ik denk zelfs klimaatskeptici, dat eigenlijk al gepasseerd zijn. En dat we ook geen tijd meer moeten verdoen om het daarover te hebben. Dat zie je ook aan het klimaatakkoord. Daar gaat de discussie niet over, hebben mensen nou wel of niet een rol in klimaatverandering? En dat vind ik een enorme winst van de laatste tijd. Dus ik denk niet dat Thierry Baudet, dat zal hij vast af en toe beweren, of dat beweert hij ook, maar dat een punt is waar we op in moeten gaan. Dat moeten we met z'n allen gewoon overslaan. Nou, makkelijker gezegd dan gedaan, lijkt mij. Nou, toch? Dat ligt eraan. Ik denk dat hij agendeert. En als we daarop ingaan, dan wordt dat ook een punt. Ja, zo werkt dat in interactie. Ja. Dus ik denk dat het echt een grote winst is dat het klimaatdebat nou over iets anders gaat dan over die klimaatverandering en de invloed van de mens daarop. Ja, het gaat nu meer over de kosten. Over het hoe. Het hoe. En ik zou de discussie ook nog wel meer willen verbreden naar, en dan wordt die denk ik ook nog weer positiever, naar de achterliggende waarden die in die discussie een rol spelen. Wat ervaren wij als een duurzame samenleving?
Dat zijn, hè, er zijn weinig mensen die een duurzame samenleving als zodanig als doel op zich niet zien zitten. Alleen de invulling daarvan is natuurlijk heel verschillend. En in plaats van dat te mijden, moeten we daar met z'n allen diep induiken. En ja. Ik denk echt, dan gaat het ook over dingen die op het eerste gezicht misschien niet met klimaat te maken hebben, maar met de rol van de overheid bijvoorbeeld. Wat zien wij als een ideale samenleving? Hoe is de verhouding tussen industrie? Nou ja, dat zie je in het klimaatdebat nu ook. Hè? Mm-hmm. Van hoe is de rechtvaardigheid? Is bijvoorbeeld een hele belangrijke achterliggende waarde. En laten we het daarom vooral niet meer hebben of klimaatverandering echt bestaat. Ja. Nou, ben jij filosoof? Nee, ik ben geen filosoof. Oh. Ik ben communicatiewetenschapper. Ik heb wel op een vakgroep filosofie gewerkt. Ja. Ik ben overigens sinds mei vorig jaar zit ik niet meer aan de Universiteit Twente, maar fulltime aan Wageningen Universiteit. Oh. Maar ik kijk wel naar verborgen moraliteiten in debatten. Daar ben ik zeer in geïnteresseerd. Ja, want dit klinkt allemaal volstrekt logisch. We willen allemaal een duurzame wereld en we hebben daar verschillende opvattingen over. In praktijk zie je dat daar gewoon in de dagelijkse smerige omgang op social media met name, zie je toch dat mensen elkaar heel erg te lijf gaan. Het is wel zo, het is niet zo. Moet je deze grafiek zien, moet je die grafiek zien? Ja. Waar komt die felheid toch vandaan? Ja, die felheid die heeft niet zozeer met de feiten te maken. Ik zeg vaak tegen studenten, van feiten zijn we nog nooit boos geworden. Voor feiten zijn we nog nooit boos geworden? Nee, feiten scheiden ook, feiten binden niet. Maar waarom we boos worden is omdat feiten verbonden zijn met waarden. En dan hoeven we niet aan hele grote dingen te denken, alleen als duurzaamheid, autonomie. Maar ook aan bijvoorbeeld, in het geval van vaccinatie bijvoorbeeld, noem ik vaak het voorbeeld van wat is een goede ouder? Mm-hmm. Dat zijn hele belangrijke waarden. En omdat ze belangrijk zijn, worden we er emotioneel over. In die volgorde ook. We willen allemaal een goede ouder zijn. De een denkt van het moet op die manier en de ander denkt het moet op die manier. Dus ik zou bijna zeggen, het is heel begrijpelijk, in heel veel gevallen misschien soms terecht ook, dat we er zeer gepassioneerd over raken. Maar het wil niet zeggen dat we er ook natuurlijk agressief en boos over moeten worden. Maar het gaat wel om, om gepassioneerde kennis, zeg maar. En we moeten die rol van, dat we boos worden hierom, heeft te maken met het feit dat die feiten verbonden zijn met waarden. En dus belangrijk voor ons zijn. Maar er zijn natuurlijk verschillende vormen waarop je die passie kunt tonen. Hoe moet je daarmee omgaan als gewoon in jouw omgeving iemand zijn kinderen niet laat vaccineren? En zegt van nee, want het is allemaal biologisch en we lossen dat wel op met organisch voedsel, bla bla bla. Waarvan jij als wetenschapper denkt van nou, dat zit toch een beetje anders. Ja, het ligt eraan. Ik denk dat dat wel belangrijk is in welke positie je bevindt. Ik ga niet met iedereen in mijn omgeving een gesprek aan. Ik wil wel met iedereen nog even een gesprek aangaan. Er is een verschil, laat ik het zo zeggen. Tussen een heel belangrijk verschil, het klinkt ook een beetje soft, maar tussen debat en gesprek of dialoog. En dat is iets, denk ik, in debat, dan heb jij een mening en heb ik een mening en we wisselen die meningen uit. En daar kunnen we ook een strijd om hebben. In een gesprek ben ik geïnteresseerd in de onderliggende assumpties, onderliggende vooronderstellingen, en probeer ik die op tafel te krijgen. Ja. Maar ik moet ook bereid zijn om die van mij naar boven te halen. En dat laatste, dat is denk ik vaak wat vergeten wordt. Hè? Want we starten ook liever een debat, mensen willen we overtuigen. Maar in een gesprek heeft in dit soort situaties, die juist heel gepolariseerd zijn, veel meer zin. Dus als je iets wil bereiken, moet je een dialoog aangaan en niet een debat. Dat betekent dus vooral veel vragen stellen, maar alleen vragen stellen als je het antwoord echt wil weten. En in heel veel gevallen stellen mensen vragen, maar dat zijn retorische vragen. Ga ik toch even een domme vraag stellen, want wat is nou mis mij? Ja, het is onze oude fitty is dit, Hattie. Ja. Je voelt hem komen. Wat is er nou mis mee? Hebben wij niet ook de verantwoordelijkheid, en jij ook als wetenschapper, om gewoon zoiets een pet in zijn gezicht te geven en zeggen, jij hebt het verkeerd. Ja. Lees dit onderzoek, je hebt het verkeerd. Nou ja, als het pets figuurlijk is, dan figuurlijk uiteraard. Kan ik hem. Maar wat is daar mis mee? Om een streep te trekken? Het is niet helemaal per se mis. Soms lucht het op. Prima, maar als je effect wil hebben, dan moet je het anders doen, denk ik. Ik denk dat dat echt dat het weinig zin heeft. Tegelijkertijd
als je iemand serieus neemt, dan ga je juist... ook dan zeg je juist, tegen zo iemand zeg je juist ook van, daar ben ik het niet mee eens. Hm. Hè? Dus iemand die je eigenlijk niet zo heel belangrijk vindt, dan gedraag je je onverschillig. En ga je juist niet uitleggen. Hè? Dus in ieder geval, met iemand oneens zijn, dat duidt op het feit dat jij deze persoon belangrijk genoeg vindt om het oneens met hem of haar te zijn. Dus ik ben niet per se tegen iemand eens flink de waarheid zeggen. Hm. Ik ben ook wel eens verkeerd begrepen, zeg maar, in de zin als ik het over feiten heb. En dat mensen zeggen, ja, maar hè, vind je die feiten dan helemaal niet belangrijk? Dit is toch gewoon fout? Dat moet je dan, ja, dit moet je ook weer leggen. Ja. Maar stop daar, dat is niet het enige wat je moet doen. Je moet verder gaan. Hè, verder kijken dan het argument lang is, eigenlijk. En ik ga er toch even door, hoor. Waar leidt dat dan toe? Je zit tegenover iemand die de kinderen niet vaccineert. Je gaat op zoek naar die achterliggende waarden. Je ontdekt dat die achterliggende waarde heeft van meer met de natuur zijn. En de natuur lost het zelf op en wij mogen daar niet op ingrijpen. Dat kunnen achterliggende waarden zijn. Ja. Maar op een gegeven moment kom je dan toch bij het punt dat je denkt van... Oké, ga nou die spuiten maar inzetten, toch? Of, ja, maar dan zie jij dat ook al als een soort voorspel, zeg maar. En dan komen we bij het echte gesprek. Maar ik zie dat voorspel als het echte gesprek. En dat is het verschil. Op het moment, in verreweg de meeste situaties die ik bekijk, bestudeer met onderzoekers... dat zijn situaties waar het gesprek nog nooit niet eens is begonnen. En dat is denk ik, op het moment dat je een echt gesprek hebt, dan gebeurt er van alles. En je moet je realiseren en ook accepteren dat je de uitkomst dan niet kent. Ja. En daar worden wetenschappers meestal heel zenuwachtig van. Dus daarom beginnen ze er maar niet aan. Ja. Hè? Dus dan gaan ze uitleggen wat er niet klopt aan verzonnen bijeffecten, et cetera. Ja. En nogmaals, dat moet je ook doen, maar blijf daar niet in steken. Wat bereik je met zo'n gesprek, bijna filosofisch gesprek zou ik het willen noemen, maar dat vind je vast Het is denk ik eigenlijk juist een heel normaal gesprek. Maar dat is dan misschien wel iets wat tekenend is voor deze tijd. Dat we zo'n heel normaal gesprek vragen stellen, waarbij we echt het antwoord ook willen weten. Dat we dat misschien een beetje verleerd zijn. Wetenschappers leren wij ook vooral aan om helder te presenteren. Feiten te presenteren. En dat is ook extreem belangrijk. Maar we leren ze eigenlijk niet om vragen te stellen. En vooral eng zijn de vragen waar je dan zelf... waarvan je denkt, nou, die liggen eigenlijk niet op mijn terrein. Bijvoorbeeld, wat is voor jou een goede ouder zijn? Op het moment dat je daar... dat gesprek over begint, dan gaat het over zaken als kinderen beschermen, bijvoorbeeld samen kinderen beschermen. Dat is iets wat eigenlijk elke ouder belangrijk vindt. En dan kun je daar wel verschillend invulling aan geven, maar zodra je dat daarover hebt, krijgt het gesprek een hele andere wending. Ik ben er zeker van, heb vaak voorbeeld van gezien, dat de angel er dan onmiddellijk uit is. Ja, ja. Vraag voor jullie alle drie eigenlijk. We gaan toen naar intermezzo, maar ik ben toch al benieuwd. Worden wij steeds gepolariseerder? Die discussies die je overal ziet. We hoorden een paar voorbeeldjes in de zaal. Over het klimaat, over het akkoord met de Oekraïne. Worden de lontjes korter? Zijn de lontjes korter geworden, denken jullie? Nee, ik geloof er helemaal niks van. Nee. Ik vind eigenlijk de column die net door Tony uitgesproken wordt... daar kon ik mij zeer in vinden. Ik denk dat heel mooi aangeeft hoe dit... hoe zo'n gedachte van dat alles steeds meer, steeds gepolariseerder wordt... heel erg... appellerend is en dat we daar ook wel dat je dat ook hoort dat het veel geroepen wordt en dat mensen altijd anekdotisch wel bewijs hebben voor het feit dat er inderdaad allerlei dingen aan de gang zijn. Ja, er zijn ook allerlei dingen aan de gang en ik wil absoluut niet zeggen dat het gedrag van veel mensen op sociale media goed te praten is. Maar om nu te zeggen dat er een situatie is waarin het steeds maar erger wordt, ook 30, 40, 50 en misschien nog wel veel langer geleden had je dit soort situaties en had je dit soort interacties. Dus ik geloof helemaal niet dat het veel gepolariseerd wordt. Is het van alle tijden harm? Ja, het is zeker, dat is zo, ja. Dus dat mag dan even een beetje relativeren. Het hoort bij de politiek dat je fel met elkaar discussieert. In ieder geval, de kritiek op de politiek in de jaren 80 en 90 was nou juist dat eraan ontbrak. Nou, dan hebben we nu een fel debat, nou prima. Maar als je kijkt naar hoe de Nederlandse politiek eruit ziet... we hebben de afgelopen dit millennium twee premiers gehad. Hè, dus het is, politieke landschap is wat dat betreft hartstikke rustig en stabiel. Balkenende, hè, dus de man die natuurlijk saaie politiek symboliseert, verpersoonlijkt.
Nou, dat was lange tijd naar grote tevredenheid de premier. Nu hebben we Rutte. Nou, die lacht gewoon heel vrolijk en weet daarmee de plooien glad te strijken. Dus, en waar we het net ook over hadden, dus dat je die politiek op de flanken hebt. Nou, dat geeft zo'n politiek systeem dan ook weer een impuls om na te denken waar we voor staan. En daar zijn nog wel stappen in te zetten, vind ik. Dat politici gebruik maken van het huidige klimaat om duidelijker uit te leggen wat politiek precies is, wat dat nou inhoudt, dat het ingewikkeld is. Dat je het niet kunt reduceren tot de retoriek van populisten. Ik denk dat dat een boodschap is. Daar valt nog wel wat winst te halen. Ik denk dat de polarisatie in die zin wel toegenomen is. In de zin dat heel erg, ik ben niet de eerste om dat te zeggen, maar social media versterkt dat natuurlijk wel. En de reikwijdte is veel groter. Dus ik denk dat het principe, elke samenleving kent conflict en polarisatie, maar de reikwijdte en de versterkende effecten die zijn echt veel en veel groter. En ik denk toch wel dat we hier, dat het in dat opzicht echt een andere maatschappij geworden is. We gaan daar straks, precies dat punt gaan we straks eventjes door met Rebecca Trommel. Maar ik heb hier een vraag. Deze mevrouw heeft een vraag. Ik had een vraag aan de historische politicus. Want ik dacht inderdaad ook bijvoorbeeld bij Facebook, als je dan bepaalde onderwerpen liked, dan krijg je vaak steeds meer van dezelfde informatiebericht. Dus als je vegetariër bent, dan denk je op een gegeven moment dat iedereen bijvoorbeeld vegetariërs, terwijl andersom ook. Had je dan vroeger ook een mechanisme wat ertoe leidde dat die polarisatie plaatsvond? Zullen we deze vraag eventjes vasthouden? Want ik denk dat we daar straks hier nog uitgebreid op terugkomen. Je houdt hem te goed, beloof ik. En als niet zo is, dan steek je weer je vinger op. Dus, ik wilde even toe naar een intermezzo. Namelijk, polarisatie heeft vele kanten. En onze Mart Vogel van kenniscentrum Nemo heeft daar toch wel een hele aparte kant van gevonden. Dames en heren, Mart Vogel. Dankjewel. Ik ben Mart Vogel van Nemo Kennislink. En ik ben elke maand bij het kenniscafé aanwezig met een kort proefje of een korte demonstratie om te zorgen dat jullie allemaal een beetje scherp blijven. Nou, we hebben het nu al 40 minuutjes over Jerry, Trump en Twitter. Maar wisten jullie dat er meer dingen zijn dan alleen de samenleving die je kan polariseren? Heeft iemand een ideetje? Zeg het maar. Licht. Nou, licht inderdaad. Alleen daar heb je helaas wat anders voor nodig dan een ongenuanceerde Twitterpost of een leger trollen. Nou, wat je daar wel voor nodig hebt, is dit. En dat hebben jullie als het goed is bij binnenkomst op de stoel gevonden. En ik zou u alvast willen vragen om het er even bij te pakken. Heeft iedereen hem gevonden? Nee? Oh, daar moet je eentje heen nog. En daarachter ook, geloof ik. Maarten, ik zou je willen uitnodigen om even als vrijwilliger op te treden. Nou. Ik zou jullie willen vragen om allemaal het kaartje met het woord polarized naar boven voor je oog te houden. Nou, ik heb hier ook eentje. Het is eigenlijk precies hetzelfde, alleen iets groter. Nou, ik hou deze nu voor het hoofd van Maarten. En ik zou jullie allemaal willen vragen om die voor jullie een kwartslag naar rechts te draaien. Nou, probeer dat een paar keer. Kijk wat er gebeurt. Nou, als het goed is, dan zie je het hoofd van Maarten verdwijnen. Ik kan me voorstellen dat 2 uur lang naar het hoofd van Maarten kijken best wel veel is. Dus wat mij betreft is het ideaal. Zal ik me gewoon zo houden vanavond? Dat zou fijn zijn. Of nou, ik denk aan irritante partners, collega's of vrienden. Als je ze gewoon zo even weg kon klikken, zou wat mij betreft echt een perfecte oplossing zijn. Nou, dankjewel Maarten voor je medewerking. Dankjewel. Nou, waarom gebeurt het nou? Nou, net als water is licht eigenlijk een soort golf. Maar een belangrijk verschil met water is dat water alleen verticaal golft, maar licht eigenlijk in alle mogelijke richtingen. Hier zie je dat de blauwe lijn die golft verticaal, maar de rode lijn golft horizontaal. Sterker nog, licht kan in alle mogelijke richtingen golven. En de richting waarop licht golft, noem je de polarisatie. Dat is belangrijk. Nou, als je normaal licht ziet van de zon of van lampen, dan is dat licht in alle mogelijke richtingen gepolariseerd.
In de filters die jullie hebben zitten piepkleine tralietjes. Ik heb dat geprobeerd om weer te geven hier. Dat zie je als het goed is. Ik weet niet of het achterin ook goed te zien is. En alleen licht dat verticaal golft kan door die verticale tralies heen. Licht dat horizontaal golft, dat botst daar tegenaan. Dat is wat je hier ziet. De blauwe lijn golft verticaal en kan er doorheen. Maar de rode lijn die botst er tegenaan. Nou, zet je daarna nog een slide voor die een kwartslag draait. Zodat de tralies horizontaal zitten. Dan botst zowel het licht dat verticaal golft als het licht dat horizontaal golft tegen de filters, waardoor je niks ziet. En dat is eigenlijk precies wat er ook met het filter voor het hoofd van Maarten gebeurde. Eerst waren de tralies parallel aan elkaar, maar toen jullie een kwartslag draaiden, stonden ze loodrecht op elkaar, waardoor al het licht verdween. Oh, mag eentje terug nog? Nou, dat gezegd hebbende, wil ik nog een experimentje doen. We hebben net het hoofd van Maarten laten verdwijnen. En ik wil nu graag kijken of we het hoofd van Maarten ook tevoorschijn kunnen laten komen. Ik heb hier een LCD-scherm. En dat is een redelijk normaal LCD-scherm, behalve dat ik er iets af heb gehaald. En ik zou jullie willen vragen om die filters voor je oog te houden en hem een klein beetje naar links te kantelen. Nou, probeer dat een paar keer. Als het goed is, zie je het hoofd van Maarten verschijnen. Ik wil jullie graag waarschuwen, als je te ver doordraait, dan zie je het hoofd van Maarten negatief. En het kan niet, het is niet heel plezierig. Nou, ik kan niet precies uitleggen hoe LCD-schermen werken. Maar de kern van het verhaal is dat ook op LCD-schermen zo'n polariserend filter zit. En die heb ik bij deze eraf gesneden met een mesje. Waardoor eigenlijk alleen als je zo'n filter zelf hebt, je kan zien wat er op het scherm te zien is. Nou, waarvoor kan je dit soort dingen nou gebruiken? Bijvoorbeeld in de bioscoop. In 3D-brillen zitten ook dit soort tralies. In één glas zijn die tralies verticaal en in het andere glas horizontaal. En door twee beeldjes te projecteren op het bioscoopscherm krijg je zo per oog een ander beeldje te zien, waardoor je hersenen eigenlijk diepte ervaren. Nou, een ander ding waar ze gebruikt worden zijn polariserende zonnebrillen. Dit is eigenlijk wat je ziet als je geen polariserende zonnebril op hebt. Dat is weerkaatsing van water. En wat er gebeurt is dat als licht op water valt, dan wordt het licht horizontaal gepolariseerd. En zo'n gepolariseerde zonnebril die haalt eigenlijk die weerkaatsing helemaal weg. Ideaal voor vissers of voor watersporters die in het water moeten kunnen kijken. Oh, dat was hem eigenlijk. Jullie mogen die filters mee naar huis nemen. En ik zou jullie willen uitnodigen om gewoon even thuis te gaan kijken wat voor gepolariseerd licht je nou allemaal tegenkomt. Interessante dingen om naar te kijken zijn bijvoorbeeld computerschermen. Of nou, reflecties in water of andere dingen. Dank jullie wel voor de aandacht en fijne avond nog. Mart Vogel. Ja, ik vond toch die truc waarbij me liet verschijnen, vond ik leuker dan waarbij ik verdween. Zeg, ik zou graag eens eventjes naar voren willen vragen, Rebecca Trommel. Rebecca Trommel is politicoloog in Leiden. En applaus. And Rebecca, you're American. I am. Yes, and so sorry, we're switching languages. Rebecca understands Dutch pretty well, very well actually. But we discussed this. That well, if you're joining the panel, you can join in speaking English. Sure. And for now, we'll just talk English with each other. Because before we start all this, before we start everything, sure. You're a politicologist, you're from America. How do you view these silly Dutch election debates? I mean, you're used to a completely different game in America, I guess. Yeah, it's definitely a very different system. And the way that we talk about polarization, although right, we think about it in much the same way, it plays out in a very different way in the U.S. with just two parties. Polarization is naturally becomes much more extreme.
You know, you either identify with this one or that one or nothing. And in multi-party systems where you do actually have some range, then polarization certainly happens, certainly occurs, but is less, tends to be less extreme than we see in two-party systems like the US. It absorbs the punches. Yep. Yeah. Okay, well, we met in a very strange way. We did. When I when I encountered you the first time, it turned out that Rebecca had another office. I thought, well, why do you have another office? And then it turned out that, well, this wasn't a coincidence. You were moved to another office. That's right. Because you were threatened, basically. Yep. Yes. That's right. How did this all start out? Well, it started off in a very strange way, but it started off with Twitter. Twitter had announced earlier last year, actually almost a year ago to the day, that they were interested in getting proposals from academics, independent academics, to do research on what they're calling the health of conversations on the platform. And there were hundreds of academics who put in these applications, and I was lucky enough to put together the team that was selected by Twitter to receive some funding and undertake this research. So when we met in, it must have been late July of last summer. Twitter had just announced, made the announcement public. We'd known for a little while, but Twitter had just announced that they had selected our team and one other from Oxford. And this was in a pretty polarized time in US politics. And conservatives in the US in particular were accusing Twitter of trying to silence conservatives on the platform. And so when a number of people saw this huge announcement from Twitter and that we were going to be looking at things like polarization and incivility and intolerance, there was a bit of a campaign started suggesting that I was about to be, that I had just been named the new head of the Incivility Commission at Twitter, which does not exist, and I'm not an employee of Twitter in any way. But this then turned the trolls loose. On myself and the other women in my team. So they thought you were, well, the chief of the censor. Yes, they were calling me, my nickname for a while was the censorship czar, Twitter censorship czar. And this moved from abuse and harassment on Twitter to the mass media as well. The mass media, which media? I don't know how many people are familiar with some of the more extreme outlets in the US, but InfoWars is a fairly notorious conspiracy theory site. And for several days, my face was splashed across the front page of that website, Breitbart, Russia Today, and eventually we were the lead story on Fox News. The criticism being that you were going to put out some kind of censorship on Twitter. Yeah, that was the suggestion. Which obviously wasn't true. No. Your research was framed, Twitter announced it as you were going to improve the healthy conversation. Yeah. I mean, I must admit, I can understand a little that people think, why is my type of conversation not healthy or something? Well, I mean, you know, there's been lots and lots of critique, right, of Twitter in particular, social media in general, and Twitter in particular, that it's a nasty place to be. But of course, there are, you know, a number of people who I think, you know, fairly naturally in the highly polarized, highly politicized climate would think, oh, well, if they're trying to clean things up, then that means they're coming after me. Yeah. Could you give an impression of how, what type of threats did you get? I mean, you were in the Netherlands, I mean. Yeah, so lots of death and rape threats. I was faced, oddly enough, with a fair amount of anti-Semitism, simply because of the way my first name is spelled, Rebecca with a K-A-H, which is the Hebrew spelling. I'm not actually Jewish, but faced a lot of anti-Semitism because of that. The death threats were serious enough that all the way across the ocean here in the Netherlands, the local police were doing extra patrols in front of my house. I was indeed moved to a different office for my own safety, my information taken off of the website. I did receive one credible threat from here within the Netherlands that the police acted on, but indeed most of the really scary stuff was coming from the US. And
it's almost a silly question to ask, but a lot of people might think, okay, when this happens to you, why don't you just turn it off? Yeah. And block it and don't look at it anymore. Well, I mean, there are a couple of things. So when this, when the storm started happening, I thought, because, you know, I'm a researcher, I'm a scientist, I study these things, I thought I knew what to expect. Yeah. And that for a while I could keep my researcher's hat on and keep this kind of distance between myself and what was being directed at me. I absolutely expected trolls. But I didn't expect it to this extent. And I kept watching, I think, for far too long, through the night, actually, as it got worse and worse and worse. But then beyond that, you know, there's all sorts of advice that people give and take about what to do when you're actually under threat from trolls or how to respond to trolls. Don't feed the trolls is a common refrain. And I didn't. I didn't respond to people. But one of the options that you have on Twitter is to block or mute people. But the difficulty with that is, in this climate, those who are really, you know, coming after you with an agenda in mind gain a sort of, they feel a sort of victory when you block them, right? They've gotten to you, and that's a sign that they've gotten to you. If you block or mute them, it's also much more difficult to actually watch for the threats. Yes. So, you know, it's this, it's not even a balancing act. And in some ways, I simply had to pay attention to try and make sure that I was as safe as possible. Yes. Yeah. You mentioned when I interviewed you about this before, you said, well, these trolls work according to a certain set of fixed rules, almost. Yeah, a playbook. Yeah. Can you explain that? They do. So this is a playbook that's become fairly standardized ever since the Gamergate scandal, which was a few years ago. And this was an episode where a number of particularly female journalists who cover the gaming industry were being trolled and harassed and threatened via social media. And so now this has become almost professionalized, right, the way this develops. What happens is usually one or two what we think of as political influencers, those who are trying to attract lots of followers, who are trying to actually make money by selling, you know, t-shirts and posters and bumper stickers and whatever it might be. They will go through someone's Twitter feed or any information they can find about you online and cherry pick, pick and choose little items that they can use to build a narrative against you. Put together a thread, take it all out of context, but put together a thread that tells a neat story, and then usually, as was the case in my instance, put a sort of bigger lie on top of it. This then, right, if they have a certain number of followers, in my case, someone with tens of thousands of followers started this, then, right, this very quickly builds. But then the next step... And by the way, the bigger lie being... The bigger lie being that I've been hired by Twitter, right, to head up this incivility commission, yes, right, yes, which yes. absolutely didn't exist. And I remain an independent researcher, yes, an employee yes. of Twitter. So that's step one, and it gets retweeted? It gets retweeted literally tens of thousands of times. One of the things that I told you when you interviewed me to give just a little bit of context is that, you know, at the time that this happened, I only had a few hundred followers on Twitter. I you know, perused the platform regularly, but I didn't tweet too much myself. And so on a maybe weekly basis, I would get, let's say, half a dozen people mentioning me, right, using my username in a tweet so that I would know, right, they were making some sort of contact with me. In the span of just a couple of days, I had 24,000 mentions on Twitter. But that isn't really actually the scariest stuff. What makes it much, much worse is when it moves from social media to the mass media environment. So for me, within hours, that InfoWars piece was up, and I knew I was in trouble then, because this is, you know, this is one of the nastiest spaces in the kind of American internet sphere. And then it quickly moved to a lot of other mass media outlets that, they just get it to truly millions of people.
And it was in, I actually got far fewer death threats on Twitter itself than I did in the comment sections on those websites. Yeah. They also, you mentioned that they go after the women. Yeah. Is that a pattern? It is a pattern. It is. There are, you know, a number of different theories about why this is. I think pretty clearly a large piece of this is women are fairly easy targets in terms of, you know, it's easy, the sense is it's easy to make women feel vulnerable. You have the whole arsenal of rape threats to use against women. But there's also a lot of really great scientific research that suggests that this is, you know, part of a kind of longer, long-term trend that speaks to the kind of negative, the particularly harsh negative reaction when women really try to exercise a strong voice in the public sphere. It's a type of silencing. Yeah. They don't want women out there in the public debate. Yeah, and it's not that you're necessarily actively thinking, I don't want women out there. It's kind of a, you know, natural, problematic, but natural reaction to strong female voices. Yeah. One of the things that kind of complicates it is that when they went looking through your timelines, well, they found that you joined the Women's March. You're not politically inactive. Right. There is a photo of you and your, what's now your husband, celebrating the election of President Obama, ex-President Obama. Yeah. Does this in any way, this experience, does this in any way makes you feel, well, I shouldn't have done that? Or? It doesn't make me regret those instances. I mean, certainly there will be colleagues and members of the public who will say, you know, if you're going to be a scientist, you can't be political, right? Otherwise, you should expect what you're going to get. Mm. But I am a political scientist for a reason. I believe in the power of public expression, and I believe that, right, even scientists should exercise the power of public expression. There's the picture. And it was used against you in this exactly. Dirt campaign. Yeah, and they, you know, found out my husband's name and were then targeting him as well. I was actually really grateful at this moment that we don't have children because I know that kids are usually made targets, especially when a woman is the main target. Yeah. So I don't regret the things that I posted online, but in some ways I know that the effect that those who came after me wanted to have has actually been successful to some extent, because I do think longer and harder, and there are some things that I avoid posting now. In a way, you know, my voice has not been completely silenced. But in a way, they got what they want, that I'm more careful about my political expression. Yeah. How did it end? Well, it was really just about a week, really even just a few days of the most intense... It was a storm. Yeah, of the most intense part of the storm. About a week before the threats really sort of died away. The one serious threat from within the Netherlands actually came a week later. After that, it was several weeks of, you know, me just having panic attacks, losing sleep, still being, even though I knew rationally I was safe, still struggling when I walked out my front door looking to see, you know, is there anyone out there, looking over my shoulder when I'm on the street. Months then, I unfortunately, months of just sort of struggling with the notion that that tens of thousands of people at a minimum, right, of my fellow countrymen in the US, for a short period of time, but a very real period of time, viewed me as public enemy number one, saw me, right, as in an example of political evil. I should add that you're from Wyoming, originally. Sorry. Yep, my father is a Presbyterian minister. I come from a deeply conservative background. Most of my family are Trump supporters. Yeah. And so knowing that it was, in fact, one of my family members had some really nasty words for me afterwards, and knowing that it was people just like my parents and extended family members who thought these things about me. Yeah. That stuck with me for months. Yeah. And to be honest with you, the turning point
you know, the kind of giving me the strength moment was when the Volkskrant article was published, because the outpouring of support that I got from the Dutch public was just absolutely incredible. Mm. And that really helped me feel strong in all of this. Yeah. Yeah. And you should. How are you now? I'm okay. Yeah. Yeah. I'm okay. I don't think my voice is shaking quite as much as the day that we talked. I felt on the edge, near tears almost the whole time. I'm not near tears this evening. Yeah. I'm doing better. Yeah. I'd like to thank you so much for doing your story here in public. And it's so courageous of you to come out here and tell us about a bit about how this is for you. And I'd like a huge applause for Rebecca Trobel. Ja, heftig verhaal. Reacties bij jullie? Ja, ik ga maar van Twitter af, denk ik. Want het is Heftig. Ja. Het raakt een beetje aan die vrouw van die mevrouw, aan de vraag van die mevrouw. Hè? Hebben we dit vroeger, hadden we dit soort massaal liken, disliken, massaal ergens iets van vinden, massaal met de vingers en ergens naar wijzen? Hadden we dat vroeger eigenlijk ook? Ja, zeker. Ja, je had vroeger. Zat je ook in een bubbel, een informatiebubbel. Kon je natuurlijk ook kiezen welk nieuws je tot je nam. Als je sociaal-democraat was, dan had je Het Volk. En als je gereformeerd was, dan las je De Standaard. En dan schreef Kuiper daar columns in. En dan maakte hij toch zijn tegenstanders ook met de grond gelijk. Dus dat kon er ook fel aan toe gaan. Maar dat is één column in een krant? Ja, dat is natuurlijk niet vergelijkbaar met... met hoe dat nu gaat, massale verspreiding. Maar dat er toen ook flink gescholden werd, dat is wel zeker. Sociale media, vaak aangeduid als de grote boosdoener, het grote kwaad van wat mensen tegen elkaar opdrijft. Wat is er toch met die sociale media? Nou ja, het heeft een aantal kenmerken, denk ik, die daar natuurlijk heel bepaald in zijn. Het is ten eerste, het gaat heel vaak over Twitter in dit geval, relatief korte teksten die mensen kunnen gebruiken, of die mensen gebruiken, waardoor mensen zich ook gedwongen voelen om sterk stelling te nemen. En aan de andere kant ook inderdaad de mogelijkheid om dat anoniem te doen. Ik denk wel dat als je zo'n discussie voert, zeg maar, dan is het ook wel belangrijk om verschillende maten van polarisatie en verschillende manieren om naar polarisatie te kijken in de gaten te houden. Ik bedoel, dit verhaal dat is gewoon, zeg maar, onvergelijkbaar met heel veel dingen die wij dan bestuderen als we het hebben over politieke polarisatie, waarbij het niet gaat om doodsbedreigingen, wel aan dat je elkaar flink aan kan pakken, dat je elkaar flink kan uitschelden, maar dit gaat wel 3 of 4 stappen verder. Ja. Dus ik denk wel dat en dit soort gedrag. Ik denk dat Hedwig daar gelijk in heeft, dat sociale media dit soort gedrag wel mogelijk maakt. En misschien zelfs faciliteert. Of in ieder geval bij uitstek dit type media daarvoor geschikt is. Maar ik denk ook, en dat zeg ik wel heel voorzichtig, dit zijn wel de extremen. Tenminste, je hoopt dat dit de extremen zijn. Ja. En als het gaat over de dagelijkse politieke interactie tussen mensen die bezig zijn met bijzonder politiek te polariseren. Misschien de Baudets en dat soort figuren. Dat het dan toch over. Dan gaat het voor mijn gevoel toch echt over iets anders nog. Maar ik vind het wel moeilijk, hoor, want dat is natuurlijk wel. Ja, goed, je kan zeggen van je kan het argument maken dat het een glijdende schaal is. Op een bepaalde manier. Rebecca, you want to say something about this? Social media was supposed to bring us together, wasn't it? Yeah, it was. And when I very first started studying social media, it was, you know, with quite a bit of optimism. And even after my experience last summer, I actually maintain a fair amount of optimism about communication on social media. When we think about it, the issues that we discuss when we talk about extreme polarization and abuse and harassment on social media are very particular issues, right? The climate debate, the discussions around vaccination, you know, in the US, of course, gun rights and abortion, right? These always get people going. When we focus on the conversations that are happening around those issues, that's where we find the really ugly stuff, right? Immigration, right? All of these discussions. But there are so many spaces online and on social media where things aren't as polarized, where we are having, I think, more fruitful, healthy
discussions with one another. And so part of my research is actually an interest in trying to understand where the really ugly stuff is happening versus where the healthier things are happening. Do you have any ideas yet? Well, so in this Twitter project that we're doing, that we're undertaking, we're examining conversations about immigration on the one hand, lots of ugliness there, and conversations about daylight savings time on the other hand, because, right, it's a topic that actually gets people pretty animated, but in a more kind of fun, irreverent sort of way. Mm. And we want to understand how dynamics unfold around these issues. But I think even in some of the debates, let's say, around climate change, right, there are spaces there that are so supportive. You know, you get encouraged by the student mobilizations and the discussions that are happening online around student mobilization. Harm already mentioned the phenomenon of bubbles, and it's basically, well, as laymen often think, the algorithms pushes together in these bubbles where you only meet the same kind of people, and, well, these bubbles tend to quarrel with each other. So this is a pretty popular idea, right? The idea of filter bubbles. But the preponderance of the research, most of the research that we've seen building up over the last few years actually suggests that it's not the algorithms that are the problem. It's us. Explain. It's not the actual code, right? The algorithms behind everything that are pushing us in one direction. It's the choices that we're making on social media that are creating these bubbles around us. In fact, what the research suggests is that we're more likely to encounter ideas that we disagree with on social media and online than we are in the offline world. Why? Because even though we may have friends and colleagues and even family members who are different from us, right, who hold different political views, we tend to know that and avoid conversations about those things. We have the conversations with other people we agree with. Online, we do so much scrolling through information, whether it's the Facebook feed or going through things like Google News or whatever, and you will actually encounter at least snippets of ideas that you disagree with. So in some ways, social media is pushing us out of those filter bubbles, but we're still creating echo chambers, right, of our own making. We're still having the conversations primarily with people we agree with. Yeah. So the conversations take place in the echo chambers, but the filter bubbles just... They aren't as bad as we thought. Het karakter van de conversatie is denk ik ook veel meer debat dan gesprek. Ja. En dat is denk ik sowieso een probleem. Het korte karakter van de statements heeft daarmee te maken. Precies. Maar ook dat we social media toch veel al gebruiken om meningen te genereren en uit te wisselen. Hè? En niet om vragen te stellen. En daar lenen ze zich ook vaak minder goed voor. Je hebt natuurlijk wel heel veel support areas. Hè? Dus waar mensen elkaar ondersteunen bij allerlei soorten problemen. Dat is dan wel een heel specifiek terrein, maar een heel groot gedeelte van de onderwerpen waar wij het vanavond over hebben, daar wordt eigenlijk uitsluitend debat gevoerd. Ja. Maar ik denk dat het ook belangrijk is om daarbij te zeggen dat een heel groot gedeelte van de Nederlandse bevolking helemaal niet meedoet aan dat debat. Nee. Of in ieder geval dat debat helemaal niet daar voert. En dat wij natuurlijk ook met ons groepje wetenschappers, journalisten en andere hoogopgeleide, politiek zeer geïnteresseerde mensen misschien wel heel veel tijd doorbrengen op Twitter en misschien ook wel op Facebook. Maar dat het overgroot gedeelte van Nederland helemaal nooit op Twitter is. Ja. En misschien wel die sociale media ook voor heel veel andere dingen gebruikt. En als ik ook kijk naar bijvoorbeeld mijn Facebook-feed, dan heeft dat een hele andere toon, een hele andere onderwerpkeuze dan Twitter. Ja. Waarbij je inderdaad publiekelijk dat korte hebt. Terwijl ik denk, mijn Facebook-feed is over het algemeen zeer positief. Daar wordt heel weinig, wordt ook over politiek wordt daar gecommuniceerd, maar eigenlijk altijd op een hele nette en beschaafde manier. Terwijl als ik dat vergelijk met mijn Twitter-pagina maar open te doen, dan is het, dan gaat het voor je gevoel wel eens een beetje. Mag ik dat eens heel even vragen in de zaal? Want ik ben wel benieuwd. Ik heb in het begin natuurlijk gevraagd van wie heeft de Twitter, wie heeft de Facebook. Maar voor wie is Twitter bijvoorbeeld nou echt een universum waar je nooit in kijkt? Dat is de helft van de zaal, hè? Ongeveer, tel ik zo eventjes heel erg snel. Dat is dus inderdaad, daar heb je een goed punt.
Dat is voor een hoop mensen dat gewoon een andere wereld. Maar tegelijkertijd is dat wereld. Ook heel gewoon. Want ook als we face-to-face discussies bekijken, zijn er altijd maar een paar mensen die dat bepalen. Ja. Dus ja. Het is, communicatie wordt altijd maar bepaald door een aantal mensen. En er is een hele grote groep luisteraars. Alleen dat vergeten we, hè, de lurkers. En ik denk dat die groep is echt extreem belangrijk. En bij onderwerpen als vaccinatie, klimaat, zijn we geneigd op de uitwisseling te letten. Maar zouden we veel meer moeten kijken naar wie luistert mee? Wie kijkt mee? Ik kom hier inderdaad toch even op het punt. Die vreselijke aanslag in Christchurch. Dat was een troll. Hij was actief op 4chan. Hij gebruikte de trollentaal, de trollengrappen en grollen. Een manifestposten. Wat had deze figuur bestaan zonder 4chan? Wat denk je? So, that's of course an impossible question to answer, right? There's no way for us to know for sure. I think on the one hand, the communication approach that this attacker took in Christchurch, right, sharing his manifesto with the world, would not exist without places like 4chan, right? It was very much a communication strategy that's sprung from this culture. Online culture that's built around 4chan, 8chan, spaces like this online, and there are lots and lots of them. Could you name those elements? What are the elements that make it a typical 4chan phenomenon? Well, so 4chan kind of built up its reputation online for users doing things for what it called the lulz, L-U-L-Z. Right, and it's just for the laughs, to lachen, laughing out loud, to piss people off, right, and then laugh about it as they got angry. And so 4chan and 8chan really have developed this culture where you just figure out what are the things that you can do, and often, right, you come together collectively to come up with ideas for things that you can, campaigns essentially, that you can go out and just drive people nuts with, right? And a lot of them are things where you imply that there's some meaning and you know that that's going to tick everybody off, make everybody mad, but that's not actually what you mean behind it. You're just doing it to make them mad. That manifesto was just chock full of exactly those tactics, right? Just a laundry list of all the people that he was blaming for this, and it was specifically designed to, you know, trigger everyone possible. So that manifesto and that communication strategy wouldn't exist without 4chan. The attacker himself and the attack on these mosques, would it have existed without 4chan? I suspect so. Right? There are other places that he could have gone in a different universe to be radicalized. I wouldn't put the blame on those forums themselves for the attack, but certainly they supported the kind of really effective communication strategy that he adopted. Yeah, I think ook dat zeg maar dat soort attack politics, hè? Dat is laat zich heel goed door social media zeg maar begeleiden. Ja. Omdat agenderen is een van de belangrijkste dingen van communicatie. Het gaat er niet om hoe, het gaat erom dat je agendeert. En vervolgens breng je iedereen die daarop reageert in een bij voorbaat defensieve positie. Ja. En op het moment dat je dat aan de gang krijgt, dan domineer je de discussie. En dat is wel iets wat social media echt ook mogelijk maakt. Ja. Beter mogelijk maken met een grotere rijkwijde en dus ook versterken. Social media is dus meer de aanjager, de vormgever van niet dit de soort, oorzaak, maar niet de oorzaak, wel een versterker. Ja. Goed, misschien dat er een vraag in de zaal is. Ik ga eventjes daarachter is ik een hele natuurlijk al helemaal erachteraan. Dat is goed voor de. Hij staat niet aan, volgens mij. Of wel? Geel. Ja? Oké. Geel. Heel erg bedankt voor deze hele interessante dialoog. Ik zou graag de dialoog een andere wending willen geven. Want we hebben het steeds gehad over polarisatie, zonder daarbij een onderscheid te maken tussen polarisatie tussen welke actoren. Hè? Want ik denk dat polarisatie in de maatschappij tussen burgers onderling of individuen onderling is iets heel anders dan de wijze waarop de politiek polariseert.
En daar zou ik graag op willen aanhaken. Een interessant voorbeeld daarbij vind ik wat er op Twitter gebeurt met de video's die de politici opnemen. He, iedereen kent ze wel van die balkjes onder video's van 2 minuten waarin politici zoals Usher en Dylan Nisilikus en Dijkhoff een politieke statement maken en zo hun kiezers eigenlijk proberen te overtuigen van een supercomplex beleidstuk zoals klimaat en daar een pasklaar antwoord op weten te formuleren in 1 minuut. Daarmee maken ze eigenlijk hele complexe vraagstukken opeens hapklaar, makkelijk, bereikbaar voor burgers. Waardoor zij dingen heel erg zwart en wit gaan zien. En juist het onderscheid en het extreme tussen wat goed is of wat verkeerd is, of wat efficiënt is of goedkoop is, of wat duur is, eigenlijk heel erg simplificeren. Werkt dat polarisatie in de maatschappij ook niet? Maakt dat het niet ook erger? Wat denken jullie daarvan? Snedige one-liners van de politiek. Dat is een hele goede vraag, vind ik. Dankjewel. Ik denk dat je kan er eigenlijk twee kanten mee op. En ik ben er niet helemaal over uit welke kant ik op ga. Aan de ene kant ga ik wel mee in jouw argument. Ik zeg van, weet je, je vereenvoudigt het zodanig dat het dat het geen recht meer doet aan de nuance van discussies. En misschien ook wel de nuance aan feiten die er bestaan over al deze complexe zaken. Aan de andere kant kan het ook helpen om de verschillen tussen politici en politieke partijen naar voren te krijgen. Op het moment dat Dijkhoff een heel sterk statement doet over immigratie, dan weten we waar de VVD staat. En dan kunnen we ons enorm opwinden of niet. Dat ligt misschien ook wel weer een beetje aan je omliggende waarden, heb ik net gehoord. Of het klopt of niet en of je de juiste feiten daarbij gebruikt enzovoort. Zeg maar dan weet je wel, dan kan het je wel helpen om tot een besluiten komen waar je misschien als kiezer, ook als kiezer die misschien niet iedere dag Twitter afstruint en alle Volkskrant artikelen over politiek leest natuurlijk. Misschien wel dat het je die informatie geeft die je nodig hebt om wel op een bepaalde manier een besluit te nemen. Ja. Ik denk dat dat, dus in dat opzicht kan dat dus ook iets goeds hebben. Wat je eigenlijk van politici zou vragen of misschien wel meer zou willen, is dat ze ook bereid zijn om dat politieke spel beter uit te leggen. Want een van de gevolgen die je hiervan wel krijgt is dat je die politici hebben gepolariseerd. Dat doen ze in een campagne. Dat is helemaal niet iets nieuws. Dat gebeurt ook al decennia lang of misschien al veel langer. Maar vervolgens zie je wel, bijvoorbeeld PvdA, VVD na de verkiezingen in 2012 is een prachtig mooi voorbeeld. Enorm gepolariseerd in de campagne. Binnen 2 weken daarna wordt er een coalitieakkoord gesloten en zitten ze samen in de regering. Zelfs ik, die snapt hoe dat werkt, die dat soort processen bestudeert, vond dat moeilijk om dat echt te begrijpen. Dus je zou hopen dat ze dan ook die stap zouden zetten en zeggen van ja, maar dit is wat ik wil. Maar het politieke proces in Nederland werkt ook zodanig dat ik straks misschien wel moet samenwerken met die opponent. En dat we ook ergens in het midden uitkomen. Ja. Loont schreeuwen in de politiek, denken jullie? Ik vraag het ook even aan Harm vooral. Want die... Nou, je schreeuwen, wanneer ga je schreeuwen? Dus in de verkiezingen, dan is het misschien schreeuwen of gewoon heel erg duidelijk de contramine zoeken. Dat hoort bij verkiezingen en dat is ook goed, moeten ze ook doen. Ze moeten inderdaad voor de kiezer aangeven waar staan we voor. Daar ontbreekt het nog wel eens aan als het bij meer de persoonlijke politiek blijft van Klaver in de zwembroek met zijn kinderen op Instagram om te laten zien dat hij een hele leuke vader is. Dus de verkiezingen moeten ook gaan over de inhoud. Ja. En dat verdwijnt af en toe toch echt uit beeld. Maar wat je zegt, vervolgens gaat het ook over het smeden van coalities. En als je dan door blijft schreeuwen, dan krijgen de kiezers een heel vertroebeld idee, burgers een heel vertroebeld idee over wat politiek is. Schreeuwen up to a point eigenlijk. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Jij hebt overigens ook een keertje onderzoek gedaan naar de opkomst van televisie, het televisiedebat. Ja. Wat dat eigenlijk heeft gedaan voor de politiek. Ja. Dat raakt hier natuurlijk een beetje aan. Wat heeft dat gedaan voor de politiek? Is dat in een notendop uit te leggen? Of heb je dan een college van een half uur nodig? Nou, liever wel natuurlijk, maar dat zal ik niet doen. Maar wat je ziet is bij politici, als er zo'n nieuw medium opkomt, dat geldt nu ook voor de social media, is dat er van alles op wordt geprojecteerd. Hè? Dus het idee toen bij televisie was, dat gaat de democratie enorm bevorderen. Want wij krijgen die camera op onze neus en dan gaan we gewoon de burgers uitleggen hoe het werkt de democratie. Ja. Dus dan gaan we ze opvoeden tot goede democratische burgers. En nu die social media, dan kunnen we echt direct met burgers in contact treden. Ja. En dan gaan we dus terugtweeten en op Facebook chatten met ze. Ja. En dan krijgen we weer echt burgerschap en samenhang tussen politici en burgers. Nou, dat is geweldig. Ik voel iets aankomen dat het niet helemaal zo is gelopen. Nou, er zijn wel studies die laten zien dat het wel zo kan werken ook. En dat je kan zien dat als politici zich inderdaad op deze manier
op Twitter bijvoorbeeld opstellen, dat de kiezers zich ook serieuzer genomen voelen, ja, en hun politieke betrokkenheid stijgt. Ja. 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 Dus als het op die manier gebruikt wordt, dan geloof ik daar best in. Ja. Dat hangt er ook vanaf wat wij als van politiek verwachten. Want we kunnen wel zeggen van politici zijn niet eerlijk daarin. Maar wat verwachten wij nou eigenlijk? Hè? Dus helderheid, ook een zekere controverse. We willen dat ze duidelijk verschillen van elkaar. Nou, dan krijgen we dat. Hè? Ja. Zo is het ook. Dus ja, ik vind het ook altijd een beetje flauw om dan de schuld dan bij de politici te leggen vervolgens. Ja. Politiek is ook clashen. En door de clash duidelijk maken waar je voor staat. Ja. Dus. Voor nu eventjes. Ik nodig jullie uit om nog eventjes in de zaal te gaan zitten. Dan kan je beter volgen wat er nu gaat gebeuren. Want ik ga namelijk onze volgende spreker uitnodigen hier op het podium. En dat is Gijs Kessler, Sovjet-Unie specialist, zo mag ik jou noemen, hè? En historicus. Ja. Van het, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Ja, hoe kan ik het vergeten? Gijs, van harte welkom. We hebben Gijs gevraagd om... We hebben Gijs uitgenodigd om een mini-college te geven als tussendoortje over de Sovjet-Unie. Propaganda. Ga je gang. Ja, dank je. Ja, bij de woorden Rusland en propaganda, want ik was mij gevraagd om een klein mini-college te houden, een flitscollege over propagandaposters. Dus bij de woorden Rusland en propaganda denkt u natuurlijk direct aan trollenfabrieken, fake news en sociale media. Rusland probeerde op die manier de verkiezingen in de VS te beïnvloeden en het Brexit-referendum in het Verenigd Koninkrijk. En zal dat zeker de komende tijd ook nog op andere plekken proberen te doen. Het bedient zich daarbij van een trucendoos met PR en communicatietechnieken, die de laatste tijd ook bij ons steeds meer ingang vindt in het publieke debat. De VPRO wijdde daar onlangs nog een interessante aflevering van het programma Tegenlicht aan. Die trucendoos waar Rusland zich van bedient, is ontstaan in de jaren 90 van de vorige eeuw, 20e eeuw dus. Na het ineenstorten van de Sovjet-Unie werd de failliete socialistische economie daar omgevormd tot een markteconomie. En westerse marketing, communicatie en PR deden daar hun intrede. Aanvankelijk was dat met name in de commerciële sfeer, waar die technieken ook voor ontwikkeld waren. Ik herinner me nog hoe in die tijd al mijn kennissen in Moskou op de een of andere manier werkzaam waren in de reclame of de PR. PR op zijn Russisch. Maar al snel sprongen die moderne marketingtechnieken over naar de politiek. En raakten daar vervlochten met een lange en diep gewordende traditie van Sovjet-propaganda. Ja, over die traditie ga ik vandaag in dat flitscollege wat vertellen. Ik doe dat aan de hand van de collectie Sovjet-propagandaposters van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, het IISG. Voor wie dat niet kent, het IISG bevindt zich in Amsterdam-Oost, in het Oostelijk Havengebied, en is opgericht in 1935 voor de bestudering en documentatie van de geschiedenis van de arbeidersbeweging. Als eerste socialistische arbeidersstaat ter wereld speelt de Sovjet-Unie natuurlijk een heel belangrijke rol in die geschiedenis. En we hebben daarom omvangrijke Russische collecties. Waaronder dus propagandaposters. Posters vervulden een belangrijke rol binnen de Sovjet-propaganda. Met name in de eerste jaren van het bestaan van de Sovjet-Unie. De bevolking was namelijk toen nog grotendeels ongeletterd. En posters zijn dan een buitengewoon effectief middel om je boodschap over te brengen. Want het is een plaatje, iedereen kan het begrijpen. Sovjet-propaganda had meerdere doelen. In de eerste plaats was dat wat we doorgaans associëren met propaganda, namelijk zieltjes winnen en de tegenstander zwart maken. Dat was met name actueel in de beginfase van het Sovjet-regime, toen het nog niet zo vast in het zadel zat. Lenin, de leider van de Bolsjewieken, de latere communisten, greep in 1917 de macht, maar raakte vrijwel direct verwikkeld in een bloedige burgeroorlog die het land van 1918 tot 1922 in zijn greep hield. In die burgeroorlog stonden aan de ene kant de communisten, de Bolsjewieken. Ze wierpen zich op als verdediger van arbeiders en boeren, terzijde gestaan door revolutionair gezinde soldaten. U ziet deze drie helden van de revolutie hier mooi uitgebeeld op deze poster,
uit 1919. Dus midden in tijden van de burgeroorlog. En aan de andere kant stonden de grootgrondbezitters en de kapitalisten, die in deze poster mooi gedemoniseerd worden. Dit is een rijke boer, een kulak zoals dat heette, die als een kwaadaardige dikke kloek op een stapel graanzakken zit en zegt: wat kunnen mij die hongerlijders nou eigenlijk schelen? Maar ook nadat de burgeroorlog voorbij was, richtte de Sovjet-propaganda haar pijlen op tegenstanders. Op groepen in de samenleving die zich nog niet naar het Sovjet-ideaal hadden geschikt. Zoals op deze poster uit 1930, die de strijd aanbindt met de godsdienst. Religie is vergif, waakt over uw kinderen, staat er. En je ziet daar een meisje dat rijkhalsend haar hand naar de school uitstrekt, terwijl die heksachtige oude vrouw probeert haar de kant van de kerk en de popen daar op te slepen. Verder werd het propagandawapen ingezet voor het zwartmaken van de buitenlandse vijand. Op deze poster uit 1931 zien we hoe de Sovjetbevolking doordrongen werd van de constante dreiging die uitging van de imperialisten die het land omringden. De imperialisten vallen aan uit de lucht. Waakzaamheid is geboden. De Sovjetleiders waren namelijk tot in de grond van hun hart van overtuigd dat de omringende kapitalistische landen vroeger of later de Sovjet-Unie zouden aanvallen. En hier wordt met grote precisie uitgespeld hoeveel bommen en vliegtuigen die imperialisten daarvoor klaar hadden staan. En hoe dat arsenaal van 1924 tot 1931 verder groeit. Heel interessant trouwens is overigens in deze poster vond ik dat het hakenkruis hier al aangegeven staat. Terwijl in de tekst wordt niet van Duitsland gerept. En het is ook pas 1931. Hitler is ineens aan de macht in Duitsland. Dus kan ik iemand een heel vooruitziende blik deze poster gemaakt. Maar goed, je kunt je natuurlijk wel voorstellen dat 70 jaar van zulke soort posters mensen heel erg vatbaar heeft gemaakt, heel erg doordringen heeft gebracht van een idee van omsingeling. En dat de huidige retoriek van Poetin dat het Westen en de NAVO niets goeds met Rusland van voor hebben, valt natuurlijk op heel vruchtbare bodem wat je met zulke posters bent opgegroeid. Een tweede doel van Sovjet-propaganda was aansporing tot inzet voor de goede zaak. Toen het Sovjetbewind haar macht geconsolideerd had, werd dit binnenlands eigenlijk de voornaamste functie van propaganda. Er waren niet echt veel tegenstanders meer, ze zaten in het buitenland, maar binnenlands zie je dat die propaganda zich steeds meer toe gaat spitsen, echt inderdaad op het aansporen tot inzet. Zoals in deze poster uit de periode van Stalins industrialisatie van de jaren 30. Zware industrie speelde een cruciale rol, een sleutelrol in die industrialisatie, omdat het land zich moest kunnen verdedigen tegen die imperialisten die op het punt stonden om aan te vallen. Tekst bij de poster luidt: 8 miljoen ton gietijzer geven wij voor de bouw van het socialisme. Dat is een aansporende, moraliserende zelfs toon eigenlijk die posters aanslagen. Nou, die aansporende functie van de Sovjet-propaganda was een heel belangrijke binnen het communistische bestel, waar een winstprikkel voor economische activiteit afwezig was. Misschien was het zelfs wel een onontbeerlijke functie, die constante aansporing. Want feitelijk was het enige middel dat de Sovjet-autoriteiten tot hun beschikking hadden om mensen een stapje harder te laten lopen. Zoals ook, en dan nemen we een reuze sprong in de tijd, in dit veel latere voorbeeld uit de hele late Sovjet-periode. Deze propagandaposter gaat over de aanleg van de gaspijplijn naar West-Europa, waar nu alle heibel en toestanden over zijn. Vanuit het West-Siberische Urengoy in het hoge noorden, via Oekraïne naar de grens met Slowakije in Uzhgorod. Die pijplijn kwam overigens wel op tijd af. Daar was geen aansporing voor nodig. Nog eerder zelfs kwam die af. Ook omdat die grotendeels met westers geld en apparatuur werd gebouwd. Was die aansporing, die motiveringspropaganda, nou effectief? Heel moeilijk te meten, mogelijk te meten waarschijnlijk zelfs. Maar feit is wel dat tegen de jaren 80 het economische bestel van de Sovjet-Unie steeds slechter en slechter begon te presteren. Misschien was het nog slechter geweest zonder die propaganda, maar het was dus in ieder geval niet afdoende. En als het dan zo slecht begon te presteren, dan gaat zulke soort propaganda al snel over in leugen, ontkenning en verdraaiing van de werkelijkheid.
Daar heb ik hier als laatste een mooi voorbeeld van. Arbeidsproductiviteit staat erboven. Vandaag nog hoger dan gisteren en morgen nog hoger dan vandaag. En dat terwijl precies op dat moment die arbeidsproductiviteit begon in te zakken. Iets wat de autoriteiten wisten en dat ze grote zorgen baarden. Kijk, en dat keihard het tegenovergestelde beweren van wat er eigenlijk aan de hand is, is iets wat wij hier in het publiek en politiek debat tot voor kort eigenlijk niet kenden. Het begint wel steeds meer op te treden, helaas. En de vraag is dan ook wat we daarmee moeten. De standaardreactie is vaak namelijk dat de waarheid dan waarschijnlijk wel ergens in het midden moet liggen. Maar een leugen kan ook gewoon 100% een leugen zijn. Met betrekking tot Poetins uitspraken zie je dat besef gelukkig langzamerhand wel doordringen. Veel problematischer is de desinformatie die de Russische propagandazender Russia Today verspreidt onder het mom van kritische journalistiek. En ik zou dan ook willen eindigen met een waarschuwing tegen de boodschap van Russia Today. Dat is geen alternatieve mening, maar keiharde en bewuste verdraaiing van de werkelijkheid gericht op destabilisatie en polarisering. Ik kan me voorstellen dat er misschien wel een vraagje is aan Gijs. Anders ga ik hem zelf stellen hoor. Oké, daar is een meneer die een vraag heeft. Zul je dat misschien? Nou, wacht eventjes. Liever even met de microfoon. Denk even aan de kijkers thuis. Precies, die kunnen het anders niet horen. Nou, dankjewel. Sympathiek. Maken ze nog steeds gebruik in Rusland van posters? Of doen ze alles via social media en tv? Of zie je nog steeds in Rusland in straatbeeld dit soort posters? Ja, nog wel wat, maar natuurlijk niet zoveel meer. Nee, ze zijn natuurlijk helemaal overgeschakeld inderdaad op social media. Tv natuurlijk, heel sterke tv is volkomen gelijk geschakeld in Rusland. Dat is denk ik het belangrijkste propagandakanaal. Maar verder zie je ze inderdaad ook heel slim inspelen. Wel weer op die visuele manier, door het verspreiden van inderdaad kleine filmpjes op het internet, memes en allerlei zulke soort dingen. Ze gebruiken die technieken duidelijk ook inderdaad om verwarring te zaaien, maar ook om bepaalde boodschappen heel naar voren te brengen. Net als je natuurlijk eigenlijk met die posters, die zijn misschien wat meer recht door zee, maar de beeldtaal doet natuurlijk wel, doet wel iets wat appelleert ook wel aan allerlei emoties die niet direct uitgedrukt worden of niet direct in openlijk vooruitgekomen wordt in zo'n poster. Dus techniek en ergens verwant, maar ja, met moderne middelen zou ik zeggen. Ja. Ik kan misschien zelf nog wel, die meneer daar. Rusland de westerse verkiezingen zou beïnvloeden. Is het niet eigenlijk een beetje een koekje van eigen deeg? Ja, dat zou je wel kunnen zeggen, inderdaad, in zekere zin. Ja, nee, maar goed, het is. Ik doel dan op westerse propagandazenders die toch eigenlijk al vanaf het begin van het bestaan van de Sovjet-Unie actief geweest zijn om daar de publieke opinie te beïnvloeden. Sorry, dat hoorde ik niet helemaal. De westerse zenders die al jaren Russische publieke opinie hebben geprobeerd te beïnvloeden. Ja, nee, tuurlijk. Nee, dat is ook waar, tuurlijk. We proberen wederzijds de publieke opinie inderdaad te beïnvloeden. Nee, dat is waar. Rusland doet het alleen ook in zekere zin op een soms wat merkwaardige manier, zou je kunnen zeggen. Ja. Misschien wel ook omdat ze eigenlijk geen goed verhaal te vertellen hebben. Kun je een voorbeeldje noemen van Russia Today, hoe die dat doen? Ik kijk er eigenlijk nooit naar, omdat ik van tevoren al weet wat het, wat het oplevert. Ik heb wel een stuk gezien, zeker rond die MH17-affaire, waarbij het natuurlijk altijd. Ja, het gaat vaak om het suggereren van een waarheid achter de feiten. Een soort van een achtergrond die niemand anders ziet. En dat is natuurlijk ook heel aantrekkelijk voor mensen. Mensen vinden het altijd fijn als opeens. Er iets ontmaskerd wordt of een soort van hogere waarheid
opeens naar voren komt. Veel van dat soort technieken een gebruikt. Een hogere waarheid, je bedoelt van... Gewoon een iets heel anders. Dus het hele debat zeg maar, over MH17 gaat erover wie heeft, hoe het in elkaar zit, of het raket, waar hij nou stond. En dan opeens kom je met een totaal andere theorie die het, of een totaal ander licht stelt. Ja, en daar krijg je toch altijd wel een behoorlijk aantal mensen mee. Ja. Ook omdat ze spelen ook heel slim in op toch wel heel uitverbreid anti-Amerikanisme in Europa, met name in het publiek. Dan zie je dat toch groot mensen daar toch wel happen eigenlijk als ze dat voorgeschoteld wordt. Ja, interessant. Gijs Kester, ik zou nog één keer heel graag een hartelijk applaus willen voor Gijs. Ja, dan gaan we door naar het volgende. En dat is Eva. Eva van Vught, ik moet even je naam opzoeken. Eva van Vught, docent grondrecht. Grondrechten, ja. Grondrechten zelfs, dat zijn er meer dan één. Ik wil je graag naar voren vragen. We hebben Eva bereid gevonden om een... pitch te geven eigenlijk, hè, van wat jij... Ja, we gaan 6 minuten, misschien iets langer, een pitch geven. Over het thema van vandaag natuurlijk. Het gepolariseerde publieke debat. Waarvan we toch ook wel vrezen dat extremisten de boel overschreeuwen. En ja, dat zien we als iets negatiefs. Maar ik moet die extremisten toch iets nageven. Want ze hebben affiniteit met grondrechten. Of ja, eigenlijk met één grondrecht, namelijk hun eigen recht op de vrijheid van meningsuiting. En als jurist vind ik het natuurlijk heel mooi om te zien dat mensen hun rechten kennen. Maar ik vind het ook wel storend als ik zie dat mensen hun rechten misbruiken. En ik heb de indruk dat de vrijheid van meningsuiting tegenwoordig in het publiek debat, maar hè, misschien was dat vroeger ook al zo... Zo nu en dan misbruiken. Of het nou bekende politici zijn of anonieme trollen op Twitter. Ze beroepen zich maar al te graag op hun vrijheid van meningsuiting om heel vergaande uitspraken te doen. En om vervolgens geen tegenspraak te dulden. Nee, want als er kritische reacties komen op hun eigen uitspraken, dan kruipen ze toch gauw in de slachtofferrol. We mogen tegenwoordig niks meer zeggen. Jawel, dat mag wel. Maar dan kun je ook een reactie verwachten. Maar ja, daar zitten ze dan weer niet zo op te wachten. We kennen allemaal Geert Wilders, een politicus die stelselmatig bepaalde podia mijdt, omdat hij weet dat hij daar kritische vragen kan verwachten. Hij wijst uitnodigingen voor talkshows van de publieke omroep toch consequent af. Maar gaat wel bij Jensen op de bank zitten als daar natuurlijk een juichende tribune tegenover zit. Wat me dan vooral opvalt is dat deze mensen vooral hun eigen vrijheid van meningsuiting heel belangrijk vinden. Maar die vrijheid van meningsuiting van die tegenstanders, daar hebben ze dan toch weer wat minder mee. En ondertussen zien we ook dat de toon van dat publieke debat door extremistisch geroeptoeter steeds harder wordt. En ik denk dat dat een chilling effect heeft op de vrijheid van meningsuiting van het redelijke midden. Want mensen met meer gematigde, meer genuanceerde opvattingen, die durven zich, of willen gewoon, zich niet meer mengen in een publiek debat dat zo verhard is. Want ja, als je een genuanceerd tegengeluid laat horen, voor je het weet krijg je, vreselijke trollenacties over je heen. En daar past het redelijke midden voor. En ik begrijp het volledig, maar ik vind het ook wel problematisch. Want in een democratische rechtsstaat zouden we allemaal ons zo vrij mogelijk moeten voelen om onze ideeën, onze opvattingen, onze kritiek te kunnen ventileren. Want uiteindelijk streven we toch naar een vrij en open publiek debat. Hè? Misschien zelfs naar dat ideaal van die marketplace of ideas waar we standpunten met elkaar uitwisselen, waar we kennis nemen van andermans opvattingen, waardoor onze horizon verbreedt en er uiteindelijk zoiets ontstaat als de publieke opinie. Maar ja, als het publiek debat inderdaad gekaapt wordt door extremisten, horen we steeds minder dat gematigde, genuanceerde geluid. En dat is dan problematisch. Maar wat kun je daar dan mee doen? Wat kun je als jurist doen? Kun je misschien extreme uitlatingen verbieden om de vrijheid van meningsuiting van het redelijke midden te beschermen?
Nou, en ik voel al een beetje aan dat dat misschien ingewikkeld wordt. Want ja, wat is extreem? Hoe definieer je een extreme uitlating? Nou, eigenlijk is extreem alles wat afwijkt van wat de normale meerderheid vindt. Maar die vrijheid van meningsuiting, het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft het eigenlijk heel duidelijk gesteld, geldt niet alleen voor opvattingen waar iedereen het mee eens is, maar juist ook voor opvattingen die leiden tot woede oproepen, irritatie oproepen, ongemak oproepen. Ideas that shock, offend, disturb moeten ook geuit kunnen worden in een democratische, vrije samenleving. Dus ja, extreme uitlatingen verbieden omdat ze extreem zijn, dat is geen goede reden. Afwijkende opvattingen horen juist thuis in het publiek debat, want denk er maar eens over na. Hè, als er geen afwijkende opvattingen in het publieke debat gehoord zijn, ja, dan heb je ook geen debat, want dan is iedereen het heel gezellig met elkaar eens, maar dan wordt er niet echt gedaan aan uitwisseling van argumenten. En bovendien is het zo dat vrijheid van meningsuiting voor iedereen geldt. Dus ook voor mensen waar je het niet mee eens bent. En je ziet toch af en toe wel een tendens ontstaan dat mensen gechoqueerd zijn door wat iemand anders heeft gezegd. En dan zo iemand eigenlijk aanklaagt, hè, die aangifte doet daartegen om zo'n iemand de mond te snoeren. Maar ja, leven in een vrij democratische samenleving betekent ook dat je accepteert dat er mensen zijn met andere meningen, met afwijkende opvattingen. Het impliceert een soort verdraagzaamheid tegenover andersdenkenden. Maar nou is die verdraagzaamheid is ook wel het principe waarin je beperkingen vindt voor de vrijheid van meningsuiting. Want je mag niet, juridisch gezien, niet alles zeggen wat je wilt. Vrijheid van meningsuiting mag namelijk niet misbruikt worden om haat te zaaien tegen bepaalde bevolkingsgroepen van de samenleving. Je mag niet in publicaties, artikelen of iets dergelijks, voorstellen om alle Joden te deporteren. Je mag niet flyers verspreiden en daarin oproepen tot een volledig blank Nederland. Dat is in de rechtspraak zo besloten. En waarom is dat zo? Nou, omdat dat soort uitspraken nou direct ingaan tegen dat idee van die vrije democratische rechtsstaat. Het gaat in tegen waarden van pluraliteit, verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid. Bovendien heeft zeg maar, de hoogste Nederlandse rechter ook besloten dat je je standpunt kenbaar mag maken, maar als je daarvoor onnodig beledigende woorden gebruikt, hè, onnodig grievende bewoordingen gebruikt de Hoge Raad, dat je dan sneller strafbaar bent dan wanneer je je standpunt kenbaar maakt in neutrale termen. En dan wil ik een recent voorbeeld noemen, namelijk dat van de Nashville-verklaring. Die Nashville-verklaring die heeft veel stof doen opwaaien. En waarom? Omdat in die verklaring onder andere stond dat God het huwelijk bedoeld heeft voor één man en één vrouw. En niet voor homoseksuele relaties. Nou, de inhoud van die boodschap die is kwetsend voor veel mensen. En dat is ook heel begrijpelijk. Maar in die verklaring zijn geen onnodig kwetsende woorden gebruikt. Dat is een groot verschil met wat een Amsterdamse lijsttrekker tijdens gemeenteraadsverkiezingen in 2010 zei over homofielen. Die zei namelijk dat homofielen, en sorry, ik moet het voorbeeld duidelijk maken, dus ik moet die bewoordingen ook overnemen, zei dat het agressieve mensen waren met seksuele afwijkingen die bestreden moesten worden door hetero's, die allemaal het land uit gesodemieterd moesten worden, zodat Nederland een heteroland zou zijn. Die laatste uitlatingen zijn overduidelijk ordinaire opruiing. In die Nashville-verklaring hebben protestantse dominees willen aangeven wat hun visie is op het huwelijk, wat hun kritiek is op maatschappelijke ontwikkelingen. Het is niet mijn visie, het zal misschien ook niet jullie visie zijn, maar dat is wel waar de vrijheid van meningsuiting voor bedoeld is, om kritiek te leveren op maatschappelijke ontwikkelingen. Zolang extreme uitlatingen niet misbruikt worden als een vrijbrief om door middel van vernederende
onnodig kwetsende bewoordingen hele groepen mensen weg te zetten als minderwaardig, vind ik dat extreme opvattingen niet verboden mogen worden. Dat ze moeten worden toegelaten tot het publieke debat en dat ze ook daar bestreden moeten worden. Maar daarvoor doe ik een oproep aan het redelijke midden. En ik denk dat veel mensen die in deze zaal zitten vanavond, dat die zich ook wel scharen onder het redelijke midden. In ieder geval heeft niemand toegegeven dat ze trollen zijn op Twitter. Wees moedig. Als jij een genuanceerd tegengeluid hebt te geven, doe dat dan ook. En waarom? Omdat er een hele groep mensen is die het niet weten. Die niet weten hoe het zit. Die nog aan het nadenken zijn hoe het zit. En als die alleen extreme opvattingen zien, dan wordt dat voor hen normaal. Dan worden dat normale opvattingen. Dus neem een positie in het publiek debat en laat van je horen. Dank u wel. Mooie woorden van Eva van Vught. En we komen daarbij een beetje aan het einde van. We gaan een beetje richting het einde van deze avond. Ik wil nog één keer mijn panel eventjes terugvragen. Dus als die nog eventjes op het podium zou kunnen komen. Want er is eigenlijk nog één vraag. Ja, dit lijkt ook een beetje aan van. Ja, waar moeten we nou eigenlijk. Waar staan we? Waar gaan we heen? Hoe voorkomen we dat de schreeuwers de overhand krijgen? En hoe betrek je dan toch nog iedereen in het debat? Wie mag ik daar het woord over geven? Pak mee. Je een oplossing voor alles hebben. Ja. Maar dat is eigenlijk de... Niet te veel corrigeren op het corrigeren van fake facts. Niet te veel fake facts corrigeren. Nee. Niet vergeten dat het maar een heel beperkt deel is die van dat soort strategieën en die aan die extreme kanten die Eva net beschrijft zitten. Ja. Dat dat hele kleine groepen zijn. Ja. Ik heb mijn glazen bol niet meegenomen, hoor je dan altijd te zeggen als historicus. Kijken we naar het verleden om beter te begrijpen wat er nu gebeurt. Ja. Maar we zeggen niet dat je lijnen naar de toekomst kunt doortrekken. Nee. Maar ik denk dat als je nu spreekt over een gepolariseerd klimaat, dat politici dat als een uitnodiging moeten zien om duidelijker te maken hoe het politieke spel werkt. Ja, ik denk dat dat een belangrijke boodschap voor politici is. Ja. En richting wetenschappers, verwacht niet te veel van het uitleggen van de feiten. Ik denk echt, ja, precies. Kijk voorbij. Er zit een vraag achter in de zaal. Ik heb een hele merkwaardige mededeling, dames en heren. Ik loop een tijdje top met mijn gezondheid en ik voel mij, u ziet het misschien aan, maar ik voel me helemaal niet zo lekker. Ik ga zelf mij even terugtrekken en ik ga vragen of misschien Tony Mudd het kan overnemen om in ieder geval eventjes het vragenrondje te modereren. Mijn excuses. Daar ligt hij. Oké. We hebben het gehad over debat, maar ook over dialoog. Er was eerder een oproep om vaker een dialoog te starten in plaats van debat. En nu denk ik vooral aan de rol van traditionele media, aan talkshows, aan opinierubrieken in dagbladen. Daarin zien we ook vaak het format van debat. Voor, tegen en dan een uitwisseling van argumenten. En in talkshows zien we natuurlijk hetzelfde. Dat is enerzijds begrijpelijk als je kijkt naar sensatie, aandacht van het publiek. Ik ben benieuwd of hier in de zaal of bij het panel voorbeelden bekend zijn van traditionele media die hier op succesvolle wijze mee experimenteren. En met hier doel ik op dialoog, het uitwisselen van meningen die niet altijd in voor of tegen te plaatsen zijn, in plaats van een duidelijk voor-tegen debat. Kennen wij, ik noem het maar even, kumbaya voorbeelden dus eigenlijk, bedoel je dat? Waar we hebben dus kumbaya, zeg maar, vrolijk met elkaar debatteren. Het hoeft niet vrolijk te zijn, hè? Zonder voor het... Ja. Misschien een beetje uit onverwachte hoek. Ik ben onlangs uitgenodigd voor een bijdrage aan het EO-programma Nieuw Licht. Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik het zelf daarvoor nog nooit had gezien. En dat ging over vaccinatie. En gewaarschuwd als ik was, ik kijk er zelf ook natuurlijk naar, voor de polarisatie binnen dit debat, heb ik eerst me ervan vergewist dat
zeg maar het programma en de redacteuren de ruimte zouden geven voor een echt gesprek. En dat is een hele uitdaging, omdat controverse uitbetaalt. Het is dus ongelooflijk moeilijk om daaraan ja, niet tegemoet te komen. En ik denk dat ze dat ontzettend goed hebben gedaan. Maar ja, dat vraagt ook van alle deelnemers, zeg maar, dat ze bereid zijn om misschien wat minder op te vallen. Maar wel een echt gesprek te voeren. En ik denk dat het daar wel gelukt is. Dus het kan wel. Kan. Ik moet zeggen, want toen ik zelf de journalistiek inging, en ik heb daarvoor ook cursussen proza en zo gevolgd, en dat was eigenlijk al die docenten die zeiden meteen, als ik met een idee voor een verhaal kwam, oké, waar zit het conflict? Ja. Dat is gewoon vraag nummer 1. Is dat erg? Of waarom krijgen wij dat eigenlijk allemaal aangeleerd? Hoe denken jullie daarover? Nou ja, conflict is eigenlijk een beetje aansluitend op de vraag die eerder gesteld. Want conflict is helemaal niet zo erg. Want conflict kan ook aangeven waar de tegenstelling zit. Waar de verschillen van meningen zitten. Het enige is dat er een aantal dingen misschien soms een beetje te veel gebeuren hierin. Is dat soms twee meningen of twee partijen tegenover elkaar gezet worden die eigenlijk helemaal niet gelijk zijn, maar die wel vanuit een soort journalistiek principe van hoor en wederhoor worden neergezet als hè, dit zijn twee gelijke deelnemers aan het debat. Ik vind dat je dat in het klimaatdebat ook een hele oude klacht al heel veel hebt gezien in de afgelopen decennia misschien wel, dat er gezegd wordt hè, dat de klimaatontkenners steeds eigenlijk de plaats kregen naast de wetenschappers, terwijl dat ook qua feiten, maar ook qua hoeveelheden niet helemaal gebalanceerd is. En de vraag is, kun je dat conflict op een inhoudelijke manier brengen als journalist? In plaats van dat je het gaat hebben over het feit dat Buma en Klaver het persoonlijk zo moeilijk met elkaar hebben, kun je het er ook over hebben waar ze nou inhoudelijk precies op verschillen. En ik denk dat als je dat de nadruk legt op de inhoud, dat dat helemaal niet slecht is. Ja, precies. Zijn er nog andere vragen? Ik zie daar nog één en we doen er daar nog één en dan gaan we naar de slotkolom. We hebben eigenlijk een beetje samenvattend de hele avond gehad over dat de polarisatie de tegenstellingen kan weergeven. Maar ik vroeg me ook een beetje af, want in de politiek is dat waarschijnlijk wel handig, maar we zien nu ook dat bijvoorbeeld instituties als het OM of misschien andere gezagsdragende instituties in de samenleving eigenlijk ook ondermijnd worden door het debat. En ik denk dat dat wel een soort fundamenteel effect heeft op dit moment, waarbij de extremisten het soort van het debat leiden en daar is niet echt een goed antwoord tegenover, terwijl we wel allemaal wat aan die rechtsstaat hebben. En dat gaat dan uiteindelijk, als dat dus naar beneden gaat of steeds minder vertrouwen in is, dan gaat het ook effect hebben op ons allemaal, hoe wij als samenleving functioneren. Hoe kijken jullie daarnaar? Is er een neerwaartse vertrouwensspiraal? Bedoel je dat? Ja. Ik vind een van de grootste problemen dat instituten vrijwel altijd in de responsieve positie zitten. Hè? Dus in het defensief. En het is ook heel moeilijk voor instituten om daar uit te geraken. Hè, dus als je, dat is mijn favoriete voorbeeld, rondom vaccinatie kijkt, dan is de eerste neiging om alle, zeg maar, fake facts, die zijn er heel veel, die op dat terrein circuleren, om die te gaan weerleggen. Maar dan bedien je toch andermans agenda. En dat is gewoon een gouden regel in communicatie, hè, dat uiteindelijk heel weinig effect sorteert. En mensen die zich veel zorgen maken over die kwesties, dat is ook bekend uit allerlei andere soorten onderzoek, die laten zich daardoor ook helemaal niet veranderen of beïnvloeden. Dus het heeft ook nog eens een keer heel erg weinig zin. Het is ongelooflijk belangrijk om proactief te communiceren op dit gebied. En dan te laten zien waar je voor staat. Dus dat betekent dan niet zozeer alleen de feiten presenteren, maar laten zien voor deze waarden sta ik. En wat ik dan heel opvallend vind in de politiek, dat is toch het centrale domein van waarden, dat zelfs de politiek het voortdurend over wetenschappelijke feiten heeft. Op het gebied van vaccinatie was het bijvoorbeeld Dijkhoff, die het over irrationeel gedrag had en onwetenschappelijke mensen, et cetera. Terwijl ik denk,
van een politicus verwacht ik juist dat zo iemand zegt van laten wij op een goede manier met elkaar onze kinderen beschermen. Dus in termen van waardepraat, want dat is bindend en dat is dan een proactieve, constructieve boodschap. Klinkt allemaal een beetje soft, hè, maar zolang je over die feiten praat en het correctiemodel hanteert, dan kom je dus in een defensieve, negatieve spiraal terecht. We moeten dus weer gaan communiceren op een manier waar we echt voor kunnen staan. Helder, we gaan naar de laatste vraag van die mevrouw daar. Ja. Ja, tweede vraag, even aanhakend op het laatste wat u zei. Het een sluit het ander toch niet uit. Dus je kunt het toch over de feiten hebben enerzijds en over waarden die we binnen de maatschappij delen anderzijds. Sterker nog, je moet allebei doen. Ja, dat lijkt me ook. Ja. Maar dat kwam net niet volgens mij heel scherp naar voren. En het tweede wat ik nog wilde opmerken, u zei net dat we niet veel aandacht moesten besteden aan fake news of fake facts. Maar als we nou zien wat voor maatschappelijke consequenties fake news kan hebben. Hè? Russia, Today, France. We had bij elkaar 5 keer zoveel invloed op nieuwsgeving bij de gele hesjes dan alle Franse staatszenders, journalisten bij elkaar. Dat is uit onderzoek vorige week gebleken. En daarbij is ook naar voren gekomen dat de YouTube-filmpjes en de beelden die zij op die media verzonden ook fake waren. Hè? Was een filmpje van een mevrouw van de gele hesje die in Den Haag was opgepakt omdat ze zich niet kon identificeren wat slecht was. Een bloederige menigte in Spanje werd gepresenteerd alsof dat in Frankrijk gebeurde. En op basis van verkeerde informatie zijn miljoenen Franse burgers gaan rebelleren. Dus jouw vraag is, hoe moeten rationele instituties zich daartegen weren? Tegen zo'n fake news aanval waar blijkbaar heel veel mensen dat met elkaar aan het delen zijn. Niet alleen maar rationele instituties, maar de overheid, de wetgever, het parlement, wij burgers onderling. Moeten we niet meer aandacht besteden aan het feit dat sociale media ook de kracht hebben om misinformatie op zeer grote ongekende schaal te verspreiden? Ja, ik ben het totaal met u eens dat het uitermate zorgwekkend is. Alleen ik heb het over de effectiviteit van wat we doen. Als je je gaat richten op het corrigeren van de feiten, dan bereik je in de verreweg de meeste gevallen niet de mensen die je wil bereiken. Dat is in zoveel studies, op zoveel onderwerpen, is dat naar voren gekomen. Mensen die zich bijvoorbeeld heel sterk, een hele mooie studie naar mispercepties over griepspuiten en bijeffecten daarvan. Daar is dus geprobeerd om de mispercepties daarover te corrigeren. Wat je zag dat wel lukte, maar dat het bij de mensen die dus zich sterk zorgen maakten over deze kwestie, zag je ook dat de intentie om zich te laten vaccineren sterk afnam. Dus het vreemde minder fact-checken, meer verbinden. Ja, en dat, omdat het juist de andere kant op werkt. Voor mensen met een low concern, die vrij zakelijk in de materie zitten, werkt dit. Maar voor mensen die zeer bezorgd zijn, vaak de mensen die je net wil bereiken, werkt dit averechts. Helder. We gaan naar de slotcolumn toe van Jelle Reumer. Ik zag nog wat mensen met vragen, maar we zijn straks vast ook nog wel even daar aan de bar te vinden. Dus schiet dan gewoon de gast aan waar je nog een vraag voor hebt. Hier is onze columnist Jelle Reumer. Vroeger hadden we thuis een centrifuge. De natte was werd vanuit de wasmachine door mijn moeder in het ronde apparaat gestopt. Hij werd met een harde klik aangezet. En vanuit een grijs plastic tuintje onderin liep er dan water weg. Een doorzichtig deksel gunde je een kijkje in het inwendige en ik vond het altijd een fascinerend gezicht. De nog natte was, die tamelijk random in het apparaat was gelegd, die bewoog zich naar de zijkant van de draaitrommel en vormde uiteindelijk een stevige plak vochtig textiel die moest worden losgepulkt om daarna aan de waslijn buiten of op een rekje binnen verder te drogen. In het midden van de trommel was het dan leeg. Je keek rechtstreeks op de bevestigingsroef onderin. Dit beeld heb ik zo af en toe voor ogen als ik over de politiek nadenk, wat ik helaas vaker doe dan goed is voor mijn geestelijk welzijn. De maatschappij is een natte wascentrifuge geworden. Wat erin zit zijn politieke partijen, vakbonden, maatschappelijke organisaties, de milieubeweging, het bedrijfsleven, het geloof en de kerken, het onderwijs, de wetenschap, kortom, wij zelf zitten erin.
De energiebron komt in dit geval niet via een grijs snoer uit een stopcontact met randaarde, maar via sociale en andere media uit anonieme roeptoeters. Niet-anonieme mafkezen, geblondeerde nep-parlementariërs, pianospelende en Latijnsprekende bedweters, bijvoergekkies met strobalen, vliegveldlobbyisten, Russische trollen, bekakte, suïcidale Britse brexiteers, nepnieuws genererende politici die zeggen nepnieuws te haten, staatshoofden met of zonder toepetje, en zo kan ik doorgaan tot het middernacht is. In een gezamenlijke krachtsinspanning draaien ze de maatschappij sneller en sneller in het rond en uit elkaar. En wat in het midden overblijft zijn de schamele restanten van wat ooit iets voorstelde. De bevestigingsschroef onderin deze idiote draaitrommel wordt zichtbaar. Het zijn de nuchtere enkelingen die het hoofd koel houden, maar ook moeten constateren dat het wel erg stil wordt in het midden. Centrifugale krachten, opgejut door fanatici. We weten dat zoiets niet goed hoeft af te lopen. Ik was vorige week in Frankrijk en ook daar is de polarisatie flink toegenomen. Les extrêmes se rejoignent, zeggen ze daar, of ook wel les extrêmes se touchent. De situatie van het moment lijkt dat oude spreekwoord te bevestigen. Grote opstanden van wat le gilet jaune wordt genoemd, de gele hesjes. Alles wordt kort en klein geslagen, het verkeer gehinderd, Fouquet zelfs in de fik gestoken en er zijn al meerdere doden bij gevallen. Het is bovendien een exportproduct geworden. Naast camembert, Bordeauxwijn, Calvados en oesters exporteert Frankrijk nu ook het gele hesjes-idee. Even eng als interessant is dat extreem rechts en extreem links, al daar gepersonificeerd door Marine Le Pen van het Front National en Jean-Luc Mélenchon van het Front de Gauche, elkaar vinden in een gemeenschappelijk, gezamenlijk belang. De centrifuge. Die gele hesjes zijn de aan de wanden van de draaitrommel klevende plak opgejut textiel. En het midden wordt leger en leger. Hopelijk houdt de bevestigingsschroef het nog even vol. Dank u wel. Ik keer nog even één keer terug op het podium om, de gasten en sprekers van vanavond heel hartelijk te bedanken. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar ik wil gewoon één heel hartelijk applaus voor alle sprekers en gasten vanavond. En volgende maand hopen we u weer te verwelkomen. We hebben dan een avond, dat hebben we genoemd, de foute avond. We gaan het hebben over wat er allemaal mis kan gaan met onderzoek. Het wordt een hele leuke avond, denk ik. Komt u allen. Tot dan.